Hartelijk welkom allemaal bij Onderwijscentrum Adisco. Mijn naam is Casper Porton. Ik heb Adisco in 2005 opgericht met de overtuiging dat iedereen, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau, kennis kan nemen van de klassieke talen en bijbehorende culturen. En inmiddels, 2005 is al heel wat jaartjes dat we mooie lessen hebben gepresenteerd over de oude Grieken en Romeinen. Taalkursussen, Grieks en Latijn, geven op een actieve manier. Dat houdt in dat een deel van de lessen we daadwerkelijk in het Oud-Grieks en Latijn geven. Dat klinkt heel moeilijk en ingewikkeld, maar taalverwervingstechnisch is het vele malen makkelijker. Denk maar aan het Engels, wat je heel goed oppikt uit liedjes, series, films, door te lezen. Nou, datzelfde principe passen we toe op de klassieke talen. Afgelopen jaren ook Hebreeuws en vanaf volgende week ook Egyptisch aan het aanbod toegevoegd. En we bieden allerlei andere activiteiten, dus excursies, rondleidingen, zomerschool. En we hebben snode plannen om ook reizen te gaan organiseren met André Mulder. Dus dan hebben we al meteen het bruggetje. Want jullie komen vanavond natuurlijk voor de lezing over de kleding van Caesar en Augustus. En die lezing wordt gegeven door André Mulder, een oudheidwetenschapper en eigenaar van zijn eigen reisbureau, Aeterna Reizen. Over onze snode plannen gaan we het later hebben. Maar voor nu presenteer ik jullie met veel plezier dus de spreker van vanavond en wens ik jullie allemaal heel veel plezier. Dankjewel, Casper, voor deze prachtige introductie. Kan jij het scherm voor mij opstarten? Dat is waar, ja. Jij bent superhandig hiermee. Prima, dankjewel. Welkom allemaal, ook namens mij vanavond hier in de zaal. Leuk dat jullie er zijn. En ook mensen thuis die het live kijken of het op een terugkijklink gaan kijken. Vanavond hebben jullie de tijd genomen om te luisteren, te kijken naar de lezing Caesar en Augustus, een politieke revolutie, bekeken via kleding. Haakt ook in bij het thema van deze week van de klassieke revoluties in de oudheid. Dus nou gaan we dat eens even bekijken. Revolutie in het oude Rome. Aan de hand van kleding. Even kijken, Casper. Ja, je ziet, ik ben er nog niet zo handig in, maar dat lukt mij ook wel. Programma voor vanavond is, ik ga de eerste deel presenteren. Het zal ongeveer 3 kwartier zijn. Gaan we even een kopje koffie, kopje thee, ik zal een glaasje water drinken, even bijkomen. Pauze 15 minuten, tweede deel van de presentatie. En dan gaan we eigenlijk meteen naar het einde. Gaan we meteen door met een kleine presentatie van Aeterna Reizen, van mijn bedrijf. En ook de samenwerking die we met Adisco zijn aangegaan. En dan schakelen we over via Google Meet voor nog wat mensen die ook online vragen hebben. Dus daar zit even een wijziging in. Voordat wij aan de presentatie gaan beginnen. Kijk, wordt er wel handig in. Kennen jullie deze schoenen? Kennen jullie deze Big Red Boots? Kijk eens goed. Dat zijn nog wel apparaten, dat zijn grote dingen. Toen ik deze presentatie aan het voorbereiden was, toen kwam ik de laatste weken waren deze in de media. Deze hele rode, cartoonachtige schoenen. Is dit mode? Ja, hippe beroemdheden lopen hiermee. Filmsterren, rappers, noem maar op. Wat heeft dit nou te maken met kleding in de oudheid? Het heeft een klein beetje te maken met een bruggetje naar Caesar, Julius Caesar. Dus hou dat vast, als ik bij de kleding van Caesar kom, dan is er iets met rode laarsjes. Thema van vanavond, dus revoluties. Dus het lijkt me even goed dat we eerst met elkaar helder hebben van wat is nou precies een revolutie. Pakken we het woordenboek erbij. Een definitie van een revolutie is een snelle, onomkeerbare verandering. Belangrijk moment in de geschiedenis, sommige met voorbedachte raden en andere veranderingen hebben achteraf het predicaat revolutie gekregen. Nou, de periode waar wij in zitten, de tijd van Julius Caesar en van keizer Augustus, dat is nou zo'n revolutionaire omwenteling in de maatschappij, van de Romeinse maatschappij. Dus daar gaan we naar kijken. We zitten dus, het leven van de gemiddelde Romein is eigenlijk veranderd, want het gaat van een late republiek, dus we hebben met senatoren te maken, er wordt gestemd, gaan we over naar de eerste aanzetten van de keizerrijk, van Caesar die de republiek omver gooit. Naar Augustus, die dus de keizerrijk staat. Nou, het is een roerige tijd in Rome. Het rommelt. Rome is groot geworden. De staatsinrichting functioneert niet meer. Het was natuurlijk begonnen als een kleine stadstaat aan de Tiber. En het is nu de bezitter van een heel groot rijk. Dingen werken niet meer. Bestuur werkt niet meer. Dat betekent dat er ruimte is voor generaals zoals een Marius en de Sulla. Opkomst van de sterke mannen.
vlak de decennia voor Caesar. Dus we zitten allemaal aan het begin van onze jaartelling. Ook even voor iedereen goed duidelijk hebben. We zitten net een paar decennia voor begin het jaar nul. Dus de opkomst van Marius de Sulla met eigen legers die meer trouw zijn aan de sterke generaal dan dat ze orders aannemen van de Senaat. Nou, dan komt daarna nog Caesar, die in 48 voor Christus eigenlijk die republiek de nek omdraait. Hè? Die overwint de senaatslegers van Pompeius Magnus. En dat is in feite, is de republiek ten einde, wordt het een dictatorschap. Hij is alleen aan de macht. Heeft hij nog 4 jaar kunnen mogen regeren, dan zult u vast kennen de Ides van Maart. Dan wordt Caesar vermoord door leden van senatoren van de oude adel tijdens de beroemde senaatszitting. En is het klaar met Caesar? Wat gebeurt er? Er komen weer 13 jaren van burgeroorlogen. Dus we hebben Marcus Antonius met Cleopatra. We hebben Augustus en die twee facties op het laatst. En 31 voor Christus lukt het Octavianus. En wie was Octavianus ook alweer? Dat was de achterneef en adoptiezoon van Caesar. Die lukt het, hè, dat wordt dus keizer Augustus. Dus die lukte dan om eigenlijk weer de republiek op papier te herstellen, rust te brengen in de maatschappij. Maar in de praktijk is hij het aan het omvormen naar een duurzame vorm van een monarchie. Dus er gebeurt heel veel in die tijd. En dan, het leuke is dan, als je dan naar hun kleding gaat kijken, wat de bronnen zeggen, Caesar, het eerste waar jullie misschien aan denken, ja, dat was dan iemand die er wat apart gekleed, wat dandy-achtig, modieus gekleed uitzag. Er wordt ook gezegd dat hij Uber verzorgt tot hij de puntjes verzorgt. En als we het over Augustus hebben, dan is het zelfs zo moeilijk om leuke beelden, schilderijen over Augustus te vinden. Het is veel minder beeld wat we daarbij hebben. Die stond zich juist voor op dat hij in huisgemaakte, simpele toga's liep. Dat is een heel ander beeld van een beetje een dandy dictator naar de eerste keizer die er sober en gematigd bij liep. Nou, dat verschil, dat is heel erg interessant om dat verder uit te werken. Dus vragen en onderwerpen voor deze lezing zijn: wat was nu gepaste kleding en verzorging voor de mannelijke leden van de elite? En Caesar en Augustus behoorden natuurlijk tot die bovenlaag van senatoren, van ridders, equites. Dus ja, daar gaan we ons op focussen. Helaas niet op de vrouwen en helaas ook niet op de gewone burgers, waar sowieso wat minder bronmateriaal voor beschikbaar is. Dus we zitten op die smalle bovenlaag van mannen. Nou, vragen die daarbij opkomen: welke rol speelde kleding en uiterlijke verzorging in relatie tot status, macht, normen en waarden in die Romeinse samenleving? Je ziet dat dat aan het veranderen is in die tijd. We zoomen natuurlijk in op Julius Caesar en op Augustus. Hoe kleden en verzorgden zij zich volgens die antieke bronnen? Antieke bronnen zoals Suetonius, Plutarchus, Cicero, Seneca. Ik denk voor de meeste mensen in de zaal zullen de namen bekend zijn. Suetonius, biograaf van 12 keizers. Begint bij Caesar. Plutarchus, politicus en schrijft aan het eind van de eerste eeuw na Christus. Cicero, de beroemde redenaar en politicus ten tijde van Caesar en van Augustus. En Seneca die zit. Cicero, nee, die wordt natuurlijk vermoord door Marcus Antonius. Maar die tijd gaat er niet elkaar over. Maar u had me scherp, dank u wel. En wat wilden zij nou zeggen met hun kleding en hun uiterlijke verzorging? Wat wilden ze uitschouwen? Wat voor gevoel wilden ze nou de mensen meegeven? En vooral natuurlijk waarom? Waarom kleden zij zich op een bepaalde manier? Waarom deden ze dat? Om die laatste twee vragen nou daar wat duiding aan te kunnen geven, die motieven daarachter, maken we gebruik van sociologische concepten, moderne theorieën, zoals conspicuous consumption en het culturele kapitaal. Dat zijn twee concepten die ga ik even straks kort uitleggen. Komen we op terug. Kasper, ik ben daar toch weer handig in. Het is een rustige streep, dankjewel. Dus ik wil het te graag, hè? Dan krijg je dat. Dus, maar voordat we daar naar conspicuous consumption en cultureel kapitaal, waarom heb ik ervoor gekozen om vanavond jullie een lezing te geven over dit onderwerp? Nou, het is voor mij persoonlijk een van de interessantere periodes van het Romeinse Rijk. Wat ik zeg, het is een rijk wat aan het transformeren is. Het is gegroeid van een klein stadje aan de Tiber tot iets heel groots. Ja, er zijn spanningen. Er zijn nieuwe ideeën, daar zijn voorstanders van, daar zijn tegenstanders van die nieuwe ideeën. Nou, daar kan je lekker losgaan op die bronnen en lekker veel vragen daarover stellen. En het helpt ook dat er uit die tijd, uit die periode, heel veel geschreven, vooral geschreven bronnen aan ons zijn overleefd. Hè? Cicero heeft geschreven, Seneca heeft geschreven, Cato, de jongeren heeft geschreven. Dus het is gewoon heel fijn om daar mee aan de slag te kunnen.
Helaas, qua materiële bronnen, tastbare dingen waar we mee kunnen werken, ja, er is weinig kleding overgebleven. En dan helemaal weinig kleding die relatie heeft tot deze twee heren. Ja, er is wat kleding overgebleven, of kledingstukken fladder gevonden, bijvoorbeeld in Engeland, in moerassige omstandigheden, hè, als daar er weinig lucht bij kan komen. Of in hele droge, woestijnachtige omstandigheden, zoals in Egypte, waar natuurlijk ook wel wat... Wat ook papier is veel is teruggevonden, hè, als het maar droog genoeg is. Maar daar gaan we verder niet zoveel mee doen. Zijn er dan geen visuele bronnen, munten, monumenten, standbeelden? Ja, die zijn er. Die zijn er dan vooral voor Augustus, want die heeft natuurlijk lang mogen regeren. Maar een Caesar, die heeft maar 4 jaar mogen regeren. Dus voor Augustus kom ik daar op het laatste even op terug. Maar we gaan ons lekker focussen vanavond op de literaire bronnen, de antieke schrijvers. Meteen een waarschuwing, als je die antieke schrijvers gaat gebruiken. Die behoren natuurlijk ook zelf tot die smalle mannelijke bovenlaag van de samenleving. Plutarchus was een senator, Cicero was een senator, is consul geweest. Dus ja, die blik die we krijgen, dat is eigenlijk van... Zij staan natuurlijk niet symbool voor heel Rome. Dit is maar een heel smal blikveld wat we hebben. Dus daar moeten we van bewust zijn. En we moeten ons van bewust zijn dat zij daar dingen mee wilden zeggen. Cicero, die had altijd een motief om iets op te schrijven, wat voor hem handig was qua politiek gewin. Dus we moeten altijd kritisch blijven op de bronnen, bronnenkritiek hebben. Heel leuk, zelf vind ik, dit is nou echt zo'n onderwerp waar je dichtbij op de huid kruipt van zo'n persoon. Hè. We kunnen natuurlijk niet teruggaan hoe het 2000 jaar geleden was. Hè. Wat Caesar nou precies dacht toen hij een bepaalde rode schoen, hè, ik heb al iets over gezegd, aantrok, waarom hij dat heeft gedaan. Maar dat hij daar, net als mensen nu, iets met zijn identiteit wilde uitstralen, dat hij iets wilde uitstralen, dat is wel duidelijk. Doen we nu nog ook, hè. Bijvoorbeeld deze foto van punkers in de jaren 80. Je wil laten zien dat je bij bepaalde culturen, in dit geval tegencultuur, wil horen. En als ik vraag van, omschrijf een professor aan een universiteit, ouderwets, ja, dan kom je bij zo'n meneer met een pijp en een tweetpak. Ja, dat voel je bij een professor. Deze meneer strak in het pak, ja, dat zou iemand kunnen zijn die op de Amsterdamse Zuidas of bij de effectenbeurs werkt, hè, een beursbengel. Dus ja, dat zegt wel iets wat je met kleding dus kan uitstralen. Zelfs als je... Ik kom daar wel toe, zelf ook, zou ik zeggen. Daar mag u dus iets van vinden, want dat is heel goed. Dat vond ik zelf ook een vrouw. Zelfs als je niet met kleding bezig bent, dan zeg je natuurlijk iets, hè? Want dan zeg je, kleding en uiterlijk interesseert me niet. Nou, dat deden ze in de Griekse en Romeinse tijd, deden ze dat ook al. Kijk eens naar dit standbeeld van de Socrates. Dit is natuurlijk de typische filosofenlook. We zijn heel druk bezig met denken, hè? De penseur is het bijna. We zijn aan het denken, we hebben een baard staan, want we hebben geen tijd om te scheren, dat soort aardse zaken. Dat is natuurlijk helemaal niet van belang. We hebben een simpele toga, in dit geval een pallium. Aan de Griekse variant. En ja, dat is een totaal ander gevoel. Voor mij heeft het ook een persoonlijke reden. Ik vind het zelf fijn om goed gekleed naar buiten te gaan, goed verzorgd te zijn. Mijn dochter van 6, die maakt altijd het grapje. Het duurt altijd heel lang voordat we naar buiten kunnen, want papa's schoenen moeten matchen met de rest van de outfit. Dus ik vind het belangrijk om er zelf ook mee bezig te zijn. Dus ja, en... Dan is het natuurlijk aan jullie. Kijk, ik heb vandaag inderdaad, mevrouw zei, ik heb ook zo'n soort pak aangetrokken als die meneer hier in het midden. En wat ik wil uitstralen, ik wil iets uitstralen. Het is aan jullie om daar iets van te vinden. Nou, het is duidelijk dat ik geen punker ben. Het is ook duidelijk dat ik niet die professor met de tweetpak ben. Maar ik hoop toch ook niet dat u te veel vindt dat ik die te gelikte meneer in dat pak ben. Want dan trek ik hem nooit meer aan. Heb je zelf ja, dan weet ik dat. Ik. Om anders die foto's neer te zetten, is het meest logisch. Ah, ja. Ik heb een eigen zaak hiervoor gehad en ik heb nu weer een eigen zaak, dus misschien ben ik wel zakenman, maar hopelijk met mijn eigen stijl. Maar ik ben daar natuurlijk niet in uniek, hè, dat mensen kleding en uiterlijke verzorging gebruiken om iets van hun identiteit te benadrukken. Kijk, als ik Splinter Chabot bekijk of Karin Bloemer, ja, dan krijg je toch meteen een creatief theatraal gevoel, hè? Dat zit iets met creatief. Gaan we kijken naar een andere categorie, ik weet niet of je het kent, ik noem ze even de categorie foute rappers. Dus we hebben hier Little Kleine, die hoeft er helemaal niet. En de rapper Boef. Nou, die geven een heel ander signaal af. Dat is niet. Dat is op een bepaalde manier ook theatraal, want het is over de top. Little Kleine, dus die draagt een dure patserklok van 10.000 euro's. Hij draagt Louis Vuitton schakelkettingen. En ja, wat ik heel maar prachtig vind, is dat Little Kleine hier aan de kreeft en de champagne zit. En Boef, die ligt hier tussen de eurobiljetten. Ja, wat willen zij daar nou mee zeggen?
Zij willen daarmee tonen dat zij geld hebben, dat het goed met ze gaat. En dat het... Die kant? Ja, ja, dankjewel. Dat is een geval... Ja, die staat vast. Dat is een geval van conspicuous consumption. Dat is, je wil daar iets mee zeggen. Nou, en daar zijn zij natuurlijk niet de eerste mee. Dat is in lijn met een concept wat uit de jaren, of uit eind 19e eeuw in Amerika is ontwikkeld door Thorstein Veblen, een socioloog. Dat is conspicuous consumption, het opzichtig consumeren. Consumeren van goederen en diensten met als voornaamste doel anderen tonen dat men een goed inkomen of een flink vermogen heeft. Nou, dat vind ik wel slaan op die rappers die aan de kreeften en aan de champagne zitten en aan de dure klokjes. Hè? Zo wil je laten zien dat het goed gaat. Waar komt dat nou vandaan? Veblen heeft dat concept in de eind 19e eeuw in Amerika ontwikkeld. Als een verklaring voor waarom leden van de opkomende leisure class, dat waren mensen met vrije tijd, wat nieuw was, er was industrialisatie, er was goedkope kleding was er voorhanden, machinaal geproduceerde kleding. Mensen hadden vrije tijd en wat doen die, en betere inkopen. En die mensen, aan conspicuous consumption deden, die gingen juist kleren dragen die bijzonder was, die schaars was, dus die niet overal verkrijgbaar was, die maar één seizoen werd gedragen. En dat deed je vroeger niet, want kleding is eigenlijk altijd duur geweest tot de laatste eeuw. Dus waarom deden ze dat? Nou, hij verklaarde dat ja, daarbij willen we ons afzetten van de rest. Hè. We willen sociale differentiatie. Wij zijn niet als de anderen. Het gaat ons goed. Ik heb geld voor die gekkigheid. Dus dat is een beetje het concept van conspicuous consumption. Het einde van de presentatie weet ik precies hoe dat swipen moet. De andere theorie is die van het culturele kapitaal van Franse socioloog Pierre Bourdieu. Iets lastiger, zitten iets meer facetten aan, maar kan je daardoor misschien wel wat meer gebruiken om die antieke bronnen te duiden. Nou, cultureel kapitaal, wat is dat? Dat zijn sociale activa, dat zijn middelen, tools die iedereen heeft in zijn gereedschapskist om ja, op die sociale ladder te kunnen stijgen, om sociale mobiliteit te bewerkstelligen. Daar heb je je intellect voor, daar heb je je opleidingsniveau voor, dat je stijl van spreken. Ik wil voorstellen dat als je op de Nederlandse tv wil als nieuwslezer en je spreekt met een accent uit het oosten, sta je vaak op een 1-0 achterstand. Hè? Dus dat zijn allemaal tools die iemand heeft om iets in die maatschappij te kunnen betekenen. Kleding hoort daar ook zeker bij volgens Bourdieu. Nou, dan onderscheidt hij verschillende soorten kapitaal. Dan heb je het economisch kapitaal, dat is het geld dat u en ik hebben. Maar je hebt dus ook, en die gaan we vooral gebruiken vanavond, symbolisch kapitaal. En dat is de prestige, de status, de autoriteit. Dus dat is geen geld, hè. Dat is iets wat aan je kleeft. En dat symbolisch kapitaal, dat is echt een mooi middel waar we vandaag mee aan de slag gaan. En personen heten in de theorie van Bourdieu actoren. En die acteren binnen de sociale ruimte. De maatschappij heet de sociale ruimte. En die is verdeeld in verschillende velden. Dus heb je een veld van de politiek, een veld van de wetenschap. En op die verschillende velden wil je zoveel mogelijk van dat kapitaal hebben. Bijvoorbeeld in de zakenwereld wil je misschien het meeste geld hebben, maar ook een bepaalde vorm van status. In de wetenschap, kunt u zich misschien wel voorstellen, is het belangrijker om academisch prestige te hebben, papers die goed worden gevonden, presentaties die je mag geven, dan keiharde knaken. Dus daar kunt u wel voelen dat daar een verschil in zit. Nou, wat even door. Daar hoort dus ook de habitus bij. Dat is ook onderdeel van die theorie. Dat is het laatste, daar gaan we lekker over kleding praten. Die habitus is de halfbewuste toe-eigening van een persoon, van de kennis en gebruiken uit zijn sociale omgeving. Dat is, iemand wordt geboren in een bepaalde sociale omgeving, een bepaalde sociale klasse. Die indrukken, die normen en waarden, die gebruiken, met mes en vork op een bepaalde manier eten. Nou, die zijn onderdeel van je identiteit, eigenlijk al onbewust. Dat heb je zo geleerd van je vader en je moeder. Automatisch kan je daardoor beter presteren op sommige velden. Als jij bijvoorbeeld, omdat je daarmee met opgroeit met die normen waarden. Als jij in de wetenschapfamilie komt, je ouders hebben beide gestudeerd. Jij gaat als kind naar de universiteit, dan voel je je daar meer op je gemak met de jaarclubs en de manier hoe dat gaat. Dan als jouw ouders naar de MAVO beide zijn gaan werken. Dus dat soort verschillen die krijg je dus eigenlijk al mee. Dat zijn van die sociale dingen. Dan heb je dat, die habitus, die heb je dus ook met kleding. Je kleedt je dus vaak al conform je sociale klasse. Een hockeyjongen uit Laren die op het gymnasium zit, ja, die zou eerder in deze preppy kakkerlook worden gezien, hè? Dan iemand anders.
Daar kan je dus mee spelen. Daar kan je dus ook bewust tegen afzetten. Ik kan zeggen, nou, ik wil helemaal niet die kakker uit Laren zijn. Sorry als ik generaliseer. Maar je kan er ook juist gebruik van maken door, je zegt, te updressen. Dus ik wil er beter uitzien, beter dan misschien de sociale klasse, maar ook dus downdressen. En dat fenomeen, dat zie je dus nu ook in verschillende steden van de wereld. Dat heet poverty play. Dus dat is jezelf armoediger voordoen dan dat je zelf bent. Bijvoorbeeld in hippe wijken in Berlijn, in Kreuzberg. Ja, die kinderen, als je verder gaat kijken op hun sociale media, hier zien ze eruit in tweedehands, derdehands kleding. Drinking cheap beers. En ze wilden er op een bepaalde manier straats uitzien. Maar als je dan verder gaat kijken naar die mensen, dan wonen ze gewoon in knappe huizen, is er geld. Dus ze downdressen om daar een bepaalde street credibility van te krijgen. Modehuizen, die springen daar ook op in. Hè? Dit is een foto van de catwalk, dat er de gaten in de truien zitten. Ja, mij zou het niet zien dragen. En deze vind ik helemaal prachtig. Dat is Balenciaga, dat is dat Spaanse modehuis. En die heeft dus de vuilniszak van €2000 een paar jaar geleden gelanceerd. Terwijl ja, wat kost een vuilniszak? 20 cent. Dus, Maxima in een PTT-zak Ja, dat vind ik trouwens wel heel mooi. Hè, trouwens. Die zou ik liever hebben dan deze, hoor. Dus, oh, dan moet ik het even herhalen. Dankjewel. Zal ik opletten. Is het wel een eerlijke trend? Of het een eerlijke trend is? Ik bedoel, wat je net laat zien, dat is niet, hoe moet ik zeggen? Je hebt nu ook zeg maar, met die rondom die kleding of imago heb je symbolische bijstandstrekkers spelen een week. Ja. Wat groter uitzoomen is dan alleen kleding. Ja. Gordon, al die bekende dingen die je net op presenteerde. Ja, 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 ja. En daar wordt erg op afgekeken. Arjan Luba gaat daar een gesprekje over. Ja. Ja, een week dat spelen. En dan weer lekker terug naar je comfortabele huis in. Denk aan jouw verhaal. Ja, 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 ja. Nee, ik zie dat wel anders. En ik zie ook wel heel veel jongeren om me heen, hoor. Wat ik een tijd geleden ook weer aan de universiteit mogen studeren, ga ik straks vertellen. Ja, dan zie ik dat de jongeren veel meer bezig zijn met tweedehands kleding. En daar heb ik helemaal niet dat gevoel van poverty play, hoor. Daar zit ook vaak bij, ik wil geen nieuwe kleding kopen. Want daar sponsor ik mee bijvoorbeeld de Zara's of de fast fashion ketens. Dus dat vind ik iets anders. Maar hier wordt... Dat poverty play, dan zie je dat er ook weer reactie op komt van, ja, maar mensen, jullie gaan je armen voordoen dat je het zijn. Waar zijn we nou mee bezig? En dat wordt op TikTok, wordt daar weer die mensen weer belachelijk gemaakt, et cetera, et cetera. Oké, dan zijn we toe aan de Romeinse, lange entree, een lange inleiding. Maar we zijn nu bij de Romeinse kleding, tunica. Waar denk je nog meer aan als je denkt aan de Romeinse kleding? Naast een tunica. Wat draagt de Romeinse man? Een toga. Een tunica, een toga, hè? En zo was het. Iets met jasjes. Nee, wel iets van capes en mantels. Daar kom ik straks op terug. Dat droegen ze eigenlijk meer. Capes en mantels. Ja, dat zeker. We beginnen bij de tunica. Wat was dat nou? Het was het kledingstuk wat iedereen droeg, het meest belangrijke kledingstuk. Het was meestal van wol of van linnen. En van slaaf tot keizer, koning, keizer, admiraal. Ze droegen hem allemaal. En ja, het waren eigenlijk twee rechthoekige vormen stof, wol, linnen. Die werden aan elkaar genaaid en er werden gaten overgelaten voor de armen en voor het hoofd. En dan... trok je het aan en dan werd dat met een snoer, een koord, of voor de militairen vaak nog een leren band, werd dat zo gesnoerd, werd het er iets overheen gebloest, de stof, en dan viel dat keurig zo op de knie. En je ziet ook, het heeft bijna geen armen, of een klein beetje met de overtallige stof, dat heeft het korte mouwtjes, kom ik namelijk op terug, korte mouwen ten opzichte van lange mouwen. En slaven en arbeiders, die droegen een tunica zonder ceintuur. Dus als je je laat afbeelden zonder ceintuur, dan kon je er wel van uitgaan dat het een arbeider of een slaaf was. Kon je je verder onderscheiden met de tunica? Ja, iedereen draagt er een. Hoe onderscheid je je? Nou, je onderscheidt je door middel van kwaliteit van de stof. Toch ook met de lengte, de breedte. Maar je kon je dus ook onderscheiden met kleur. En als we aan Rome denken, dan denken we niet meteen aan kleur. Zo, kleur in Rome... Nou, als je een beetje de moderne interpretaties bekijkt van hoe zag Rome eruit, hè? De schilders uit de 18e en 19e eeuw,
beroemde redenvoering tegen Catilina van Cicero. Dan staat hij in de Senaat, daar zit de arme Catilina. En alle mannen prachtig in witte toga's, bijna geen kleur. Kijk je naar de monumenten zoals in Rome staan, zoals de Ara Pacis, Augusti, de altaar van de vrede, daar kom ik straks ook nog op terug. Ja, dan denk je dat er bijna geen kleur in Rome is geweest, dat het een steriel iets was. En dat hebben we natuurlijk bij de oude Grieken ook. Maar hier in de zaal zullen we vast wel weten dat er kleur was. Dat was wel degelijk kleur. Hou ook even de Augusti, de Ara Pacis vast. Ja, zo. Daar ziet u een reconstructie. En dan ziet u bijvoorbeeld die onderkant, die onderzijde, die band, dat foliage, dat is helemaal groen. Prachtig. En je ziet er al wat gekleurde toga's aan die stoet mensen daarboven. En je ziet deze man hier heerlijk poseren in zijn rode tunica. Prachtig, zo dat handje in zijn zij. En die zit dus in een rode, die staat in een rode tunica. En hier tussen zie je allemaal balen gekleurde stof, gekleurde wol. Dus er was zeker kleur, maar kleur was in die tijd heel erg duur. Kleding was in vroegere tijden was heel erg duur. Dus mensen liepen in tweede, derde, vierdehands kleding, werd overerfd. Dus voor een pond gekleurde wol was er wel een pond kleurstof nodig. Dus voor rode kleur gebruikten ze bijvoorbeeld de wortel meekrap. Of voor geel gebruikten ze saffraan. Of voor paars, dat zullen we kennen, tyrisch paars, weet iemand wat dat is? Vanuit de klier van de zeeslakken, van de Puniërs. Dus dat de meest rijke, de keizers, liepen dan in het Tyrisch paars. Komt straks ook nog wel ergens terug. Dus arme mensen, die hadden geen geld voor gekleurde kleding, dat mag duidelijk zijn. Dus die liepen in de natuurlijke kleuren. Dus de crèmes, de beiges, de grijze, de bruine, een beetje naar zwart. Maar rijke mannen, die hadden kleur. En dan hadden ze het liefst rood en dat paars. En andere kleuren zoals geel-bruin, dat hoorde ook alweer meer bij de arbeiders, droegen ze niet. Blauw droegen ze ook niet. En wat ze zeker niet droegen was groen. Want groen was een verwijfde kleur. Verwijfde kleur. Wat wij nu met roze misschien hebben, terwijl roze tot eigenlijk eind jaren 40 vorige eeuw ook een mannelijke kleur was. Dus zo kan dat, hè? Wat we met elkaar afspreken, wat we vinden wat normaal is. Kijk, hartstikke goed. Boven zo'n tunica werd natuurlijk, we zeiden het al, zo'n toga gedragen. En die toga die was meestal van ongebleekte wol. Het was een heel erg groot vehikel, een groot apparaat om daarmee te manoeuvreren. Je ziet, je hebt daar eigenlijk altijd al een slaaf voor nodig, want hij was 5 tot 6 meter lang en 2 tot 3 meter breed. Die werd dan over de linkerschouder gedrapeerd. Je ziet het hier al even gebeuren, hoe zo'n slaaf het doet. En dan leunde die ook nog met een dubbelslag op de linkerarm. Dus ja, zo'n meneer die zo'n toga droeg, die kon zich natuurlijk niet vrijelijk bewegen. De plooien moesten goed geschikt zijn, want als ze er niet goed geschikt zaten, dan kreeg je er ook van langs. Het was een meest belangrijke functie, was eigenlijk, het is een indicator van het Romeinse burgerschap. Alleen Romeinse burgers mochten een toga dragen. Droeg er iemand anders erheen, dan kon hij, als hij gepakt werd, rekenen op de doodstraf. Zo belangrijk was dat Romeins burgerschap. Virgilius in de Aeneis, die zegt ook, via Jupiter, de Romeinen, de heersers van de wereld, het volk dat de toga draagt. En die zegt ook, ja, maar het gaat dus al terug naar de oertijd, hè, de tijd van Aeneas. Nou, is dat nou zo? Nee, hij verschaft het een mooie geschiedenis. Waarschijnlijk komt het van de buren, van de Etrusken, het gebruik van de toga, maar in een veel simpelere vorm en zou het zelfs nog op de akkers gedragen zijn tijdens het werk. Nou, ik zou hier niet mee op de akkers. Dat is een hoop gedoe. Het blijft de hele tijd zo doorgaan hoor. Dus ja. Als dat het is, vind ik het prima. Andere functies van de tunica en de toga, dus Romeins burgerschap. Maar je kan er ook jouw stukje identiteit benadrukken van je leeftijd, je rituele puurheid, je rijkdom of je ambt. Nou, de categorie ambt, senatoren, die droegen brede, paarse, verticale strepen, de laticlavi, op de tunica. Hogere magistraten, consuls, praetors, u gaf al aan hoe praetors er later uitzag. Nou, toen zei ik net al tegen u, die droegen dus zo'n border, een paarsrode border, de toga praetexta. En wat was die toga praetexta? Wat voor functie had u nog meer? Die werd gedragen ook door jonge jongens en meisjes. Dat is zo grappig, hè? Van waarom dragen nou politici die en jonge jongens en meisjes? Omdat de Romeinen dachten dat die border beschermde tegen negatieve invloeden.
En dat, hè, de jongens en meisjes, ja, er was veel kindersterven, die moesten eerst goed opgroeien tot volwassenheid. Waren die jongens volwassen? Familie bepaalde dat, hè? Meestal rond 14, 15, 16. En dan met een bepaald ritueel legde die die toga af en nam hij de toga virilis, een gebleekte, ongebleekte toga, die trok hij dan aan. Teken van volwassenheid. Meisjes, die droegen hem eigenlijk bijna tot de avond voor hun huwelijk. Dan gingen zij, mochten zij zich anders gekleed. Andere functies van een toga, andere manieren hoe die werd gedragen. De toga candida. Je ziet dat deze echt helder wit is. Hè? Dus die is dan extra wit gemaakt door het gebruik van zwavel. En dan was hij zo helder wit, onbevlekt. En dat stond dan voor rituele puurheid. Nou, dat gebruiken wij ook in bepaalde omstandigheden nog wel. Hè? Wit staat toch voor onbevlekt. Die droeg dan een kandidaat voor een politiek ambt. Want daarna wilde hij laten zien, ik ben onbevlekt, hè? Dus stem op mij. Ons moderne woord kandidaat komt hier vandaan. In het midden zien we totaal andere, dat is de toga picta. En de toga picta, de gekleurde toga, dat is dus in dat prachtige paasrood. Hè, dat zou die van Tyrisch paars zijn geweest. Heel erg duur, gouden rand, borduursel. En die werd gedragen door triomferende generaals. Dus ik heb een militaire overwinning gehaald in de Republiek. En ik mag een zegentocht houden door Rome. En we gaan met via de Via Sacra omhoog naar de Mons Capitolinus, naar de tempel van Jupiter. Dan mocht ik zo'n toga dragen. Dat is een heel bijzondere. En die meest rechter, dat is de toga pulla, de donkere toga. Donker stond net als nu bij ons, staat voor rouw. Dus als jij een man in rouw was, dan trok jij die donkere toga aan. Liet je je baard ook staan, als teken van droefheid. En het leuke is, dat deden ze ook als ze werden als een Romein werd aangeklaagd in de rechtbank. Dan kwam hij zo naar de rechtbank. Met zijn baard laten staan. Ja. Ja, donker, ja. Kwam hij zo naar de rechtbank. Waarom? Hij hoopte zo wat medelijden bij de jury op te wekken. Van ja, ik word vals beschuldigd. Ik heb echt geen tijd om mij te scheren en ik trek mijn droevigste kleding aan. Een soort teken van protest. Het is ook nog wel als gewoon protest gebruikt. Zelfs tegen Julius Caesar, toen hij meer aan de macht kwam. Zo begrijpen, het heeft vooral een symbolische functie. De gemiddelde Romein was niet blij om een toga te moeten dragen. Het was te zwaar. Niet iedereen had een slaaf over om de hele dag mee te lopen om de toga te blijven plooien. Het werd wel gezien als het nette pak van de Romein. Dus je moest het dragen op bepaalde gelegenheden. Ging je naar het theater toe, droeg je hem. Als Romeins burger ging jij dus naar een rechtszaak of ging jij als cliënt naar de patroon toe, de cliënt-patroonverhouding, dan droeg je hem. Maar Martialis, die vat het, de dichter ook uit de eerste eeuw, die vat het weer prachtig samen. Wanneer is het leven nou goed, zegt hij? Nou, het leven is vooral goed als er een vruchtbare akker is, altijd een vuur, nooit een rechtszaak en zelden een toga. Dus ze hadden er niet zoveel bij. Wat droegen ze dan wel daarboven? Ze droegen dus inderdaad die mantels, die capes. Hè? Dus de tunica werd eigenlijk altijd gedragen. En daarboven, als de weersomstandigheden het nodig was, dan droegen ze bijvoorbeeld een sagum. Sagum zien we ook vooral terugkomen bij de militairen. Dus een cape met een capuchon. Van wol, natuurlijke kleuren. De painula, die zien we hier met knoopjes. En de meest bekende vind ik toch zelf als die lacerna. Hè? Die zie je vaak over de kleding gedrapeerd. Dus die werd aan de rechterkant werd die met een sierspeld, met een fibula. Nou, fibula, ga naar een historisch museum en over de hele wereld. Nou, in ieder geval waar de Romeinen zijn geweest, liggen overal fibula's. Die zijn zo wijd verspreid. En dat is zelfs een kunstobject op zichzelf geworden. Hè? Dus er zijn fibula's die zo groot zijn, die voor de sier waren. Dat is een heel belangrijk item. Onder al die prachtige kleding ga je niet blootvoets, daar draag je schoenen of sandalen. Onder de tunica was het prima om een open sandaal te dragen, prima. Maar ging jij met de toga naar buiten voor iets officieels, dan droeg jij geen sandaal, dan droeg jij de calceus. En dat is een soort schoenlaars, dus die loopt halverwege het scheenbeen. En die werd dan met veters of met binsels werd die vastgezet. En dunne zolen. Vaak van die spijkertjes eronder voor extra grip en duurzaamheid. En dat was dan de schoen die daaronder werd gedragen. Was jij een hogere magistraat, een consul, een praetor en je was in functie, dan werd verwacht dat jij de calceus muleus, een rode variant van die kop. Ja,
Dus dat samen met die toga praetexta, zoals deze jongman keurig zo laat zien. Calcius, ja. Jij mag mij opvoeden op het gebied van taalgebruik. Zeker, zeker. Uiterlijke verzorging. Ja, we hebben het over de kleding gehad. Gaan we nu even naar het uiterlijk. Een Romeinse man moest er verzorgd uitzien, maar niet te. De haar en baard. Haar moest kort geknipt, de baard glad geschoren. Behalve als we dus in rouw waren. We zien dat veranderen vanaf de keizer Hadrianus. Hè? De eerste, hè? Dat is de eerste keizer die het aandurft om een baard te laten staan. Want dan zitten we in de tweede eeuw na Christus. Epileren, dat kon bijvoorbeeld door een alipilos, een slaaf of iemand die bij de thermen werkte. En dan was het oké om de oksels te laten epileren als man, want dat gaf nare geurtjes af, dus dat was oké. Maar Ovidius zegt, ga vooral niet verder, ga niet jouw armen en jouw benen glad wrijven met puimsteen, net als vrouwen dat deden. Dat was je geen echte fans. Dus dat... In zo'n mannelijke maatschappij, als die Romeinse, wordt er dus heel vaak gezegd van pas op, want dit is verwijfd. Hè? Dus dat was een van de ergste dingen die gezegd kon worden tegen een Romeinse man. Tanden en adem. Ja, de mondhygiëne was natuurlijk niet goed. Dus ze hebben daar dingen voor. Ze hebben tandpoeders, ze hebben mondwaters, tandenstokers, tandenborstels. Maar ik denk niet dat het gewenste effect zou hebben gehad. Maar de tanden en de adem moesten zo fris mogelijk zijn. Parfums en crèmes. Waren vooral voor vrouwen ook weer. Plutarchus zegt nog, ja, het is nutteloos, nodeloos duur. Dus waag je daar ook weer niet aan als man. Blijkbaar doen mannen dat dus wel, anders klaag je daar niet over. Kaalheid was echt een ding. Daar kon je enorm mee gepest worden als Romeinse man, want het impliceerde een gebrek aan mannelijkheid. En dat is natuurlijk heel erg als Romeinse man. Caesar. Zo, daar is een anekdote over, kom ik straks op terug. Maar die werd daar inderdaad mee gepest. En jullie zien nou de lauwe kant. Maar Martialis die zegt het weer prachtig. Hij zegt, ga dan niet haarstukjes gebruiken of de unieke manier wat deze Phoebus heeft bedacht. Die zegt, met een zalfje Phoebus lieg je wat nephaar bij elkaar en schildert een kapsel op je vieze kale kop. Ja, je hoeft nu nooit meer naar de kapper. Alles wat je nodig hebt is een spons. Dus ja, dat was er dan ook niet. Hè? Dus net als wij wel lachen om iemand die een coma over heeft. Hè? Dus laat het dan maar gewoon zien. En mag ik vragen? Tuurlijk. Droegen mensen ondergoed? Droegen mensen ondergoed is de vraag. Weinig. Er zijn wat aanwijzingen dat bij bijvoorbeeld gladiatoren spelen, dat ze dan iets van een soort lendendoek eronder moesten hebben. Of acteurs op een podium, dat ze in een bepaalde vervelende hoek lagen, dat er gekeken kon worden. Maar het algemeen werden geen ondergoed gedragen. Nee. Juiste kleding voor de Romeinse man van stand. Wat bedoel ik ermee? Het was dus heel belangrijk als Romeinse senator, gaan even naar die hogere klasse, die acteerde dus op die sociale ruimte van Bourdieu. Hè? En daar stond je heel erg in de picture. En als jij er dus verkeerd bij liep, jouw toga zat niet mooi geplooid, er zat een vlek op je toga, of je had toch een geurtje opgedaan en het rook iets te sterk, ja, dan kon je rekenen op hoon en spot. En dan stond jouw dignitas, jouw waardigheid en je honos, zeg ik het goed, je dignitas honos, dat stond op het spel. En dat is heel erg, hè? Je reputatie is alles. En waarom is dat uiterlijk nou zo belangrijk voor die Romeinen? Nou, we zien dat zelf ook wel bij ons. We oordelen heel snel natuurlijk op de buitenkant. Hè? To judge a book by its cover, zeggen de Engelsen. Nou, dat heb je heel erg ook in de Romeinse maatschappij. Dus die uiterlijk voorkomen. Dat was eigenlijk een spiegel van jouw innerlijke eigenschappen en kwaliteiten. Dus hè, die moeten iets met elkaar te maken hebben. En Seneca, die schrijft ook in een brief aan Lucilius, die zit daar dus heel erg op van hoe die mensen bestudeert. Alles bevat aanwijzingen voor alles, als het goed in de gaten gehouden wordt. En ook uit de kleinste details kan men een aanwijzing putten voor iemands karakter. Schaamteloosheid komt tot uiting in de manier van lopen en handbewegingen. En soms in één antwoord en een vingerwijzing naar het hoofd, of draaien met de ogen. Dus... Je moest echt op je qui vive zijn als gemiddelde Romein. Oké. Okay. Maar wat ik al zei in de introductie, je ziet dat die Romeinse maatschappij, die is enorm aan het veranderen in die tijd waar we het nu over hebben. Het was gegroeid van dat kleine dorpje aan de Tiber naar ook bijvoorbeeld machthebber in het oostelijk Middellandse zeegebied. Dus Griekenland, Turkije, Syrië.
Dat waren de rijke en gecultiveerde gebieden van die wereld. En als zij daar machthebber worden, ja, dan kwam daar een toestroom, een influx van mensen en goederen en ideeën over mode. Die komt zo in die eeuw daarvoor, die komt naar Rome toe. En de Romeinse mensen, die moeten zich daartoe gaan verhouden. Maar wat je ziet is dat die stadsvilla's van rijke senatoren gevuld gaan worden met Griekse kunst. Of het werd geroofd uit Griekenland, werd er gewoon neergezet. Schilderingen, juwelen, dure kleding, zijde. Zijde kwam via de zijderoute uit China. Dat soort materialen en producten waren tot hun beschikking. Dus ja, als dat allemaal in zo'n maatschappij ingevoerd wordt, ja, dan heb je daar voor- en tegenstanders voor. Hè? Iedereen gaat zich daar op een andere manier toe verhouden. Maar we gaan eerst even kijken naar de voorbeelden van wat was dan die nieuwe mode. Nou, de tunica die werd nu zonder ceintuur gedragen. Dus die viel langer op de grond. Hè? Dus in plaats van dat hij op de knie viel, viel hij nu gewoon bijna tot op de enkels. En hadden ze lange... Ja, en jalaba, zegt mevrouw. Dus echt, ja, het wordt eigenlijk een heel lichaamsbedekkend kledingstuk. Lange mouwen ook. Dus we zagen net korte mouwen. Je ziet nog wel wat korte mouwen, maar lange mouwen. En daar kom ik bij Caesar ook op terug. Ze droegen een Griekse pallium. En dat pallium was eigenlijk de Griekse variant, voorloper van die toga. Maar je ziet, die is veel rechthoekiger, veel minder volumineus. En deze meneer heeft al keurig zijn linkerarm vrij. Dus die was veel fijner om te dragen. En onder die pallium droeg hij dus geen gesloten schoenen, die calcius, ja. Maar open sandalen, wat dus bij de Romeinen absoluut niet kon. Ze laten baarden staan. Hadrianus doet het pas later, maar mensen in die maatschappij, de hippere vogels, die durven dat dus aan om de baard te gaan laten staan. Mannen gaan gebruik maken van parfums, crèmes en geurende haarolie. Volledig onthaarde lichamen. Dus we stoppen niet meer bij de oksel, maar we gaan voor het hele... Nou, we zien volgens mij in de laatste jaren ook een heel erg trend in Nederland, hè, of in de wereld, dat het natuurlijk vrij... lichamen volledig onthaard moeten zijn. Gouden ringen aan alle vingers en soms zelfs oorbellen, dat zie je op en neer gaan. Dat is niet zo vast mode-item geworden. Maar wel dingen waarvan ik al zei, Ovidius en Plutarchus zeiden van, nou, dat zit aan de vrouwelijke kant van het spectrum, verwijfd. Voorstanders en tegenstanders. We beginnen met de tegenstanders, want die zijn er in de bronnen, zijn die er helaas meer. De tegenstanders van die nieuwe mode. Beroemde mannennamen, dat zijn Seneca, dat was natuurlijk Stoïcijns filosoof en raadgever van Nero. We hebben Cicero, politicus en begenadigd redenaar. En we hebben Cato de Jongere, ook politicus. En fel tegenstander tijdens de opkomst van Julius Caesar. Hè? Dat was wel zijn grootste tegenstander. En Cicero, die omschrijft dat weer heel mooi van die nieuwe mode. En wat dat eigenlijk doet met de mores maiorum, de normen en waarden, die komen vaker terug. De normen en waarden van de voorouders. De mores van de voorouders. En dat was virtus, pietas, disciplina, industria en frugalitas. Dus mannelijke dapperheid, eerbied voor vaderland en voor de goden. Discipline, ijver en soberheid. Nou, dan gebruikt Cicero in zijn redevoering tegen Catilina, gaat hij de aanhangers van Catilina duiden en gaat hij eigenlijk negatief afbeelden, omschrijven. Dus die aanhangers van Catilina zijn the men you see with a carefully combed hair, dus met keurig gekamd haar. Dripping with oil, dus die geurende haarolie wordt nu gebruikt. Some smooth as girls, others with shaggy beards, met een beetje rommelige baardjes. With tunics down to their ankles, hè, want die ceintuur werd niet meer gedragen. And wrists, want ze zijn lang. And wearing frocks, not toga's. Ze hebben geen buitenlandse gewaden. Wat dragen ze nu eigenlijk? Geen eens meer een toga. Cato. Daar gaan we weer. Ja, Cato gaat daar nog een stapje verder in. Die houdt het niet bij woorden, die houdt het ook bij daden. En misschien kennen jullie de anekdote. Die verschijnt in de Senaat uit protest in een korte toga.
En geen eens een tunica, maar een lendendoek. Want dat zouden de vroegere voorouders hebben gedragen. Die hadden virtus, die hadden mannelijke dapperheid. Die hadden genoeg aan een oorlogje, aan een boerenbestaan en aan simpele togen. Van wat zijn we nu met z'n allen aan het doen met al die decadentie? Maar werd die soep nou zo heet gegeten? Hè? Waren zij nou zo anti? Ze waren natuurlijk veel meer beïnvloed door de Griekse Oosterse culturen dan ze misschien zelf wilden toegeven. Ze waren Grieks geschoold. De bovenlaag waartoe ze behoorden, praatte Grieks. Retoriek, Cicero heeft natuurlijk de retoriek van de Grieken geleerd. Dus al die dingen, ja, ze waren natuurlijk heel erg beïnvloed. En die klaagzang van Cato naar die goede oude tijd, ja, dat is eigenlijk meer een cliché, een topos. En eigenlijk die heel goede oude tijd is een soort constructie in de hoofden van die Romeinen. En volgens mij doen we dat zelf ook wel. Hè. Vroeger was toch alles beter. Volgens mij gaat dat al jaren zo door. En zal dat ook wel zo blijven. Vroeger waren de normen en de waarden beter. Dat hadden ze daar ook last van. En Cato, als ik even de bril op ga zetten van die sociologische concepten, symbolisch kapitaal, Bourdieu, dan zie ik bij Cato juist een doelbewuste actie door zo naar de Senaat te gaan in die oudere kleding en te staan voor de oude normen waar, om zelf status te ontlenen dat hij de man is met de hogere moraal. Dat geeft hem prestige, status en recht van spreken. Terwijl andere mannen dat misschien doen met hun rijkdom of met een oude stamboom, gooit hij het over de boeg hogere moraal. Ik sta voor het oude, goede Rome. Seneca is helemaal prachtig. Seneca en conspicuous consumption. Seneca, stoïcijn, we moesten allemaal sober leven en hij zat altijd te klagen op andere mensen. Maar hij was zelf puissant rijk, had meerdere huizen. En Horatius, die vat zijn kritiek op hem heel mooi samen. Want die zegt, het is heel makkelijk klagen in traktaten over dames die vol zijn gehangen met parels. Hè, want dat was dan decadentie. Maar ondertussen zit je lekker op, als stoïcijn op een kussen van Chinees zijde. Dat zie ik dan ook. Dat is prachtig dat daar zo'n dubbele moraal in zit. Voorstanders. Die moeten er dan natuurlijk ook zijn, anders heb je nergens als tegenstander om mee tegenaan te schoppen, toch? Voorstanders, de meest bekende voorstander is Gaius Mecenas. Mecenas, boezemvriend, rechterhand en raadgever van keizer Augustus. En sponsor natuurlijk van Virgilius, Horatius, die beroemde dichters. Het mecenaat gebruiken we natuurlijk als woord nog steeds in Nederland. Hoe liep hij erbij? Dan gaan we even naar Seneca. Dat is toch wel mijn favoriete hater, hoe hij dingen opschrijft. Prachtig. Over Mecenas. Neem Mecenas en zijn manier van leven. Die is genoegzaam bekend. Ik hoef u niet te vertellen hoe hij liep. Hoe overdreven verfijnd hij was en hoe hij wilde opvallen. Hoe hij zijn fouten niet wilde verbergen. Maar wat te denken van zijn stijl? Was hij niet even ongebonden als hij zelf losjes gekleed ging? Dit is de man die altijd met loshangende tunica's door die stad liep. Oké, dus hij liep daar vrouwelijk zwierend door de stad, zo wordt hij eigenlijk omschreven. Suetonius meldt nog dat hij ook dat gekrulde haar had van druipend van de olie. En wat nu zo jammer is, dat het eigen werk over de mode van, over mode, Mecenas heeft zelf ook wat geschreven over mode, ja, dat is niet aan ons overleverd. Dus het had zo mooi geweest, hadden wij zijn visie nou op deze hele zaak gehad, maar ja, de klagers hebben het wat dat betreft gewonnen. Kunnen we natuurlijk wel dingen aannemen, maar helaas niet van Mecenas zelf, wat hij ervan vond. Oké. Mecenas, die heeft natuurlijk niet in zijn eentje bedacht, ik ga er eens lekker afwijkend bijlopen in wijde tunica's. En daardoor, dankjewel, en daardoor lekker de spot en de hoon van die moralisten. Daar heb ik echt even zin in. Nee, dat moet natuurlijk een bredere groep zijn geweest. Vaak jongere mannen die daarvoor open stonden, voor die nieuwe ideeën van mode, haarstijlen, klederdracht, juwelen. En Martialis, komt hij weer, ja, die vat dat eigenlijk goed samen met al die nieuwe mode in een epigram over een slaaf, een ex-slaaf. Dat stukje heb je eruit gehad, maar het gaat over een ex-slaaf. Waar eigenlijk al die nieuwe mode-uitingen in samenkomen. Dus zit het op de banken voor ons in het theater, zit hij. Wiens met juwelen beklede hand zelfs op deze afstand glinstert. Dus die handen vol, die vingers vol met ringen. Wiens mantel zo vaak diep van de tyrische kleurstof heeft gedronken, dus dat paars. En wiens toga gemaakt is van de smetteloze sneeuw te overtreffen. Hem, wiens goed geoliede haar ruikt naar alle essences uit de winkel van Marcellus.
Zij klaagt vooral, hij stonk gewoon een uur in de wind voor hem in het theater. En wiens armen er glad en gepolijst uitzien, zonder dat er een haar is uitgetrokken. Dus je bent toch geëpileerd? Dus hier komen eigenlijk al die nieuwe mode-items in samen. En ja, in wat voor soort persoon komen die dan samen? Kelly Olsen, een onderzoekster in 2014, die omschrijft zo'n soort urbaan, jong iemand, stedelijk iemand van de mode. Ja, die noemt zij een dandy. Dan moeten we natuurlijk oppassen, dandy denken we meer aan eind 19e eeuw, hè? Oscar Wilde. Dus we moeten wel oppassen met zo'n term even over, op de oudheid te plakken. Maar ik denk voor algemeen gebruik, dan snappen we denk ik wel wat we bedoelen. Hè? Het is dus iemand die dus lekker net even anders wat volgens de laatste mode gekleed gaat. En ja, waarom doen ze dat? Wat haalden zij daar dan uit? Hè? Dat moet iets doen. Je wil niet... Daar had ze niet echt dat woord voor. Nee, want anders, dat zou heel mooi zijn. Een goede vraag. Er was dus niet echt een woord in de oudheid voor die dit soort types kon omschrijven. Maar die dandies, die deden dus heel erg duidelijk aan conspicuous consumption. Opzichtig consumeren. Ik wil ze ook wel een beetje vergelijken met die rappers die ik aan het begin heb aangehaald. Met hun patserklokjes, hè, dus ringen vol. Schakelkettingen. Het gaf hun, in hun groep, de groep waar zij mee omgingen, voor jonge mensen, gaf dat dus status. Kijk eens hoe verfijnde smaak ik heb. Ja, het is smaakval te twisten. Maar dat geeft dus wel een bepaald imago onder die groep. En die groep was er dus. Het geeft dus ook symbolisch kapitaal, iets van prestige onderaan. Volgens mij gaan we nu even pauzeren. Maar dan moet ik even goed... Het zal me nou toch wel eens lukken. Ja! We gaan hier even pauzeren. Dankjewel. Nou, gelukkig, jullie zijn er allemaal nog. Lekker kopje koffie, kopje thee. Dus dat geeft, het geeft de burger moed. Ik hoop dat thuis ook nog de mensen ingelogd zijn. Ik heb geoefend, kijken of het lukt. Wat is dat, één slide verkeerd? Nee, het is toch weer niet gelukt. Ja, we gaan zo de hele tijd door. Het pauzeplaatje stond eentje verkeerd, dus die komt zo weer langs. Waar waren wij? Nou, ik heb je wat verteld over de geschiedenis en over de veranderende ideeën in de Romeinse maatschappij. Bij die omgang van de later republiek naar dat keizerrijk. Voorstanders, tegenstanders. En in dat mijnenveld, dat gevaarlijke mijnenveld van voor- en tegenstanders... gaan Julius Caesar en later Augustus, die komt natuurlijk hierna, die gaan zich in dat mijnveld, die gaan zich in die publieke ruimte, gaan zich daarin bewegen. Die kleden zich op een bepaalde manier en die verzorgen zich op een bepaalde manier. Nou, we beginnen met een soort case study met Julius Caesar en we gaan de bronnen weer af. Dus we gaan naar Paterculus, dat was de schrijver rond de tijd van Augustus. We hebben Plutarchus heb ik al aangehaald, Suetonius heb ik al aangehaald. En we beginnen bij zijn uiterlijk. Velleius Paterculus zegt dat qua voortreffelijkheid van zijn uiterlijk hij Caesar alle burgers overtrof. Met andere woorden, dat is de knappe vent. Plutarchus die is een stukje minder positief. Die zegt hij was mager, hij had geen sterk gestel, hij had epilepsie. Epilepsie, dat weten vaak mensen ook nog wel over Caesar te melden. En hij had een zachte witte huid. En dat zachte, dat heeft hier dan echt een beetje de connotatie, de associatie van vrouwelijk zacht. Hè? Niet een echte vent. Suetonius, die noemt ook een lichte huidskleur, maar die zegt colore candido. Dat is een stukje neutraler. Die meldt gewoon, hij heeft een lichte huidskleur. Dus wat het nou was, zullen we natuurlijk nooit weten. Hij was lang, welgevormde ledematen, hij was gezond. Ook al had hij epilepsie, dat meldt hij ook. Had een vol gezicht met levendige zwarte ogen. En die ogen, dat is de spiegel van, hè, van je innerlijk. Ook al epilepsie. Zeker, ja, dat de epileptische aanvallen had. Dat zie je ook nog wel in films terugkomen. En in series als Caesar, daar, dat hij dan wegvalt. Ja. Maar dit daarvoor ook. Caesar had epilepsie. Het gaat over Julius Caesar. Sorry, ja. Was er iemand anders? Nee, het gaat over Julius Caesar met epilepsie. Hij had zwarte ogen dus en hij was kalend. En die kaalheid, daar zien we weer een stukje ijdelheid. Want Suetonius zegt ook dat hij was een ijdele man. Daar had hij heel veel problemen mee. Dus zijn terugtrekkende haargrens die ging hij verdoezelen door zijn haar naar voren te kammen. Caesar kapsel. Volgens mij maken we er nog steeds wel eens grap over. Daarom was hij zo blij met het mogen dragen, het permanent mogen dragen van een gouden lauwerkrans van de Senaat. Dat helpt mooi om de boer een beetje op te smukken. Volgens gerucht was hij volledig onthaard. Suetonius meldt dat als een gerucht. Maar als dat gerucht waar was, dus niet alleen de oksels, maar alles, ja, dan
die moralisten, hè, dus die tegenstanders, die zouden hebben gewalgd. Want wie was nou in die Romeinse samenleving op dat moment, behalve dus die dandies, hè, wie waren eigenlijk onthaard? Dat waren slavenjongens. Jonge slavenjongens, die waren volledig onthaard. Die heetten paticus en die werden gebruikt om zich anaal te laten penetreren. Passief, ontvangend, dat was echt een slechter iets. Als Romeinse man moest je actief zijn en nooit passief. Okay. Mocht het waar zijn geweest, dan hebben we toch wel iets leuks te pakken. Want dat betekent dat Caesar gaat dat natuurlijk niet doen om zich voor paticus te laten uitmaken. Dan zal dat in die kringen waar hij zich heeft bewogen, zal dat iets van status hebben ontleend. Hè? Wat zagen we net al bij de omschrijving van de dandy. Dan was dat juist een teken van smaak. Kanttekening Suetonius. Jullie horen mij veel Suetonius gebruiken. En dat zal voor de kleding ook zo zijn. En dat zal voor Augustus zelfs nog meer zijn. Dat is eigenlijk van alle bronnen die er zijn, als je echt gaat kijken van wie zegt nou wat over zijn kleding en over zijn uiterlijk, dan krijg je bits en pieces bij de rest. Maar Suetonius is de enige als biograaf van 12 keizers die 12 keizers typeert aan de hand van kleding en uiterlijk. Dat doet hij voor een reden. Er zijn hele papers over geschreven. Ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. Laten we het er even op houden dat we er rekening mee moeten houden dat er echt wel wat dichterlijke vrijheden in deze beschrijvingen moeten zitten. Je kan hier geen volledige FBI-reconstructietekening van de man maken. Pauze, hebben we al gehad. Kleding. Daar komen, ja, dat zijn ze. De Big Red Boots van Julius Caesar. Wat droeg hij boven die Big Red Boots? Een tunica met lange mouwen. Dus geen korte mouwen meer, maar lange mouwen. Met Grieksachtige franjes. Zo kwam hij in de Senaat. En hij droeg een koord om zijn tunica. En dat deed hij natuurlijk allemaal. Maar die droeg hij uitdagend losjes. Dus een beetje zo half op de heup. Niet vastgesnoerd, bloesje erover. Beetje uitdagend. En Sulla, de dictator en voorganger bijna van Caesar. Ja, die waarschuwt dan ook de andere senatoren van pas op voor die jongen. Met die loszittende kleren. En Cicero, allemaal tijdgenoten. Die kon niks met die waarschuwing, die heeft daar ook op gereageerd. Zegt, nou, een man die zich zo afwijkend kleedt als Caesar doet, en die ook nog zijn hoofd krabt met één vinger, ook iets vrouwelijks, ja, die kon toch nooit de republiek omverwerpen. Dus dat kon toch niet waar zijn? En het was wel waar natuurlijk, hè? Want wie geeft de nekslag aan de republiek? Caesar. Dus Cicero had zich toch echt wel vergist in dat Romeinse stereotype van vrouwelijkheid bij Caesar. Na de burgeroorlog, 48 tot 44, heeft hij 4 jaren dat hij aan de macht is, als hij in Rome is. En dan gaat hij zich wel steeds extravagant verkleden. Dus Cassius Dio, die komt met die rode kuithoge laarzen. En dat vond ik dan zo'n leuk haakje met die Big Red Boots die nu in opkomst zijn. En ja, het was dus een echte trendsetter, hè, kunnen we zeggen, onze Caesar. Nou, die kuithoge laarzen die droeg hij niet zomaar. Hij plaatste zich in de lijn van de koningen van Alba Longa. En Alba Longa, heeft dus te maken met de mythische Aeneas en met zijn zoon Julius, stichter van Alba Longa, als ik het goed heb. En de Julius waren natuurlijk afstammelingen van Julius. Dus hij plaatste zich in een soort erflijn met die rode laarzen, want dat droegen de koningen daar namelijk ook. Hij droeg een gouden lauwerkrans daarbij permanent, check, goed voor de kaalheid. Hij droeg die toga picta, dus die eigenlijk alleen gedragen werd bij triomftochten in de stad, ging hij nu ook bij allerlei gelegenheden standaard dragen. Dus dan krijg je een koninklijk ensemble, noem ik het, van die rode laarzen, die lauwe krans en die toga picta. En daar staat in het Latijn staat er rex, koning. Want dat was een besmette term, hè, rex, in het Rome van toen. Want Rome was 5 eeuwen daarvoor. Was het geregeerd door koningen, die hadden ze verdreven en het was dus een eeuwenlange republiek, maar iemand die zich te veel voorstond om alleen de macht te grijpen, die werd uitgemaakt voor rex. Nou, hij heeft wel geprobeerd, als je de bronnen mag interpreteren, en bijvoorbeeld Plutarchus, om te kijken of mensen, de Romeinen, open stonden voor een koning. Hij was natuurlijk al dictator voor het leven op het laatst. En tijdens die Lupercalia, dat is een oeroud vruchtbaarheidsfestival in Rome, een maand voordat hij werd vermoord, precies een maand voordat hij werd vermoord, schrijft Plutarchus dat hij op een gouden zetel zit, tijdens die Lupercalia, in dat prachtige ensemble.
En dat Marcus Antonius meerdere malen een diadeem aanbiedt. En een diadeem was in de oudheid een teken van koningschap. Alexander de Grote droeg een diadeem. Dus daarmee was de symboliek van, wilt u deze diadeem accepteren als zijnde onze koning, onze enige leider? Het publiek reageerde daar niet helemaal goed op. Dat is 3 keer aangeboden en toen heeft hij dat laten zitten. Hij heeft hem geweigerd. Hè? Van, hey joh, ik wil helemaal geen koning zijn. Maar misschien was dat een beetje de testen van het water, hoe ver Rome daarvoor open stond. Nou, niet ver genoeg toch. Zelfs in de sterfscène van Caesar zien wij een man, een ijdele man, die bezig is met hoe die eruit ziet, hoe die overkomt. De sterfscène, we zijn dus tijdens de senaatzitting bij het theater van Pompei. Hij wordt daar meerdere keren gestoken en hij ziet dat het een hopeloze situatie is. Suetonius schrijft van dat hij zijn toga over zijn hoofd schikt en dat hij, terwijl hij valt of als hij valt, dat hij zijn onderkant van de tunica ook losmaakt om de boel een beetje netjes te bedekken. Want uw vraag droegen ze ondergoed waarschijnlijk dus niet. Dus hij moest er een beetje netjes bij liggen, fatsoenlijk. Dat geeft aan, die was tot en met zijn laatste adem daarmee bezig. Dat is, dit verhaal komt terug bij Plutarchus, maar zonder dat laatste stukje van het schikken van die onderzijde van die tunica. Dus dat, ja, we moeten wel waakzaam blijven. Het is heel mooi om te zeggen, ja, hij was zelfs zo ijdel dat hij op het laatste moment nog zijn tunica goed moest doen. We zullen het niet weten. Speelzucht en beheersing. Als je aan Caesar denkt, dan denk ik aan speelzucht, aan conspicuous consumption. Een man die heel veel geld leende om brood te spelen, de grootste spelen. Hij ging op veldtochten, dan nam hij mozaïeken mee voor in zijn tent als vloer. Hij had een voorkeur voor dure slavenjongens en daar schaamde hij zich ook wel een beetje voor. Hij gaf een parel van 6 miljoen sestertiën aan zijn minares Servilia. En dat is de moeder van een van zijn latere moordenaars, Brutus. En echt typisch geval van conspicuous consumption. Hè, laten zien dat het goed met me gaat, opzichtig consumeren. Toch zit er een andere zijde. Iedereen heeft meerdere kanten, hij ook. Er was ook een heel erg gematigde kant volgens de bronnen aan zijn gedrag. Hij dronk niet, at weinig, sliep vaak bij de soldaten, ging mee in hun routine. Terwijl hij een slecht gestel zou hebben gehad. Hè. Dus dat pleit echt wel voor hem. Dat een man was die zich kon pushen. Hij verzamelde wel parels en juwelen, maar hij droeg ze niet. Hij droeg alleen een ijzeren ring. Die ijzeren ring werd van vader of zoon overgedragen als een patricisch gebruik. Ringen werden wel geaccepteerd, normale ringen. Er hing een zweem van vrouwelijkheid over. Daar heeft hij zich dus blijkbaar niet aan durven wagen. Hij voerde zelfs ook, toen hij aan de macht was, een anti-luxe wet in. Deden wel meer senatoren voor hem ook, maar hij deed dat ook. En die anti-luxe wet ging over het verbieden van bepaald exotisch eten op het forum. Maar het ging ook over draagstoelen, over het Tyrisch paars, paarse kleding en parels. En ja, wat wilde hij daar nou mee zeggen? Hè? Wilde hij nou aansluiten bij die moraal van zijn tegenstander, van we moeten terug naar die mores majorum, hè? Naar die normen en waarden van de voorouders. En we moeten die bezig zijn met die parels en met die overdaad. Wilde hij zo wat prestige ontlenen door als belangrijke speler op, dus een stukje sociologie, op die velden de normen en waarden aan te passen. Je kan het ook egoïstischer uitleggen. Dat wordt bij Nero en Caligula, volgens mij bij Nero zeker gedaan, want die heeft ook zo'n verbod op paarse kleding. Van, joh, ik verbied iedereen paars te dragen, behalve ik. Want ik ben toch de man die hoog zit op de apenrots. Zo kan je het natuurlijk ook lezen. Wat vinden die bronnen, wat vinden vooral de Suetonius, wat vinden die nou van zijn kleding en uiterlijk? Week hij nou zo erg af? Ja, ze vonden hem afwijken. Maar niet in de mate, zoals de gekke keizers, Caligula of Nero, door dezelfde Suetonius, hè, in die 12 biografieën worden beschreven. Caligula wordt echt gedemoniseerd. Kan je wel zeggen, die liep in vrouwengewaden, dameslippers, juwelen, kledingstukken vol met juwelen. Dat gaat echt wel een tandje verder. Zijde, dat hoor je allemaal niet bij Caesar. Oké,
Wat vind ik daar zelf van? Ja, ik vind hem dus eigenlijk zelf ook wel aansluiten bij die norm van die conservatieve elite. Hij was gewoon glad geschoren en kort geknipt. Zijn tunica, ja, die week wat af. Hè? Dus hij had niet de senatorentunica met die paarse verticale strepen. Hij droeg dus die tunica met die franjes. Maar als je bijvoorbeeld die beschrijving nog die ik had gegeven van Cicero, van die aanhangers van Catilina, dan olie druipend, van de haren druipend van de geurolie, frogs not toga's, dat gaat echt een ringen, dat gaat echt een tandje verder dan hoe hij erbij liep. Er zijn ook geen aanwijzingen dat hij in buitenlandse kleding rondliep, zoals bijvoorbeeld die pallium. Dus altijd een toga. Anthony Corbijn, een onderzoeker, zegt in 2002, want die ziet dat gedrag, dat bewuste tikkeltje, afwijkende gedrag tussen zijn gelijken, tussen zijn peers, tussen zijn senatoriale medeleden, ziet hij dat van, ja, ik zet me daar tegen af. Ik ben inderdaad een frisse wind. Die habitus, dat iedereen hetzelfde kostuum draagt, dat durf ik te doorbreken en daardoor zeg ik sta voor politieke verandering. Dat is een mooie uitleg, hè? Dat hij zelf zo met kleding bezig was, dat hij bewust zei, ik kom anders over, als ik dit ga doen, kom ik anders over. We kunnen natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, 2000 jaar geleden. Het is een mooie theorie. Durf zelf niet zo ver te gaan. Ik zie wel vooral een man van mode in Caesar. Iemand die op de hoogte is van de nieuwe dingen die spelen. Maar hij gaat er, ook al zei, niet zo ver in als andere mensen. Maar het is gewoon iemand die in tune is, op de hoogte is van de mode. En blijkbaar is dat aristocratische ideaal, hè, van die man in simpele toga's en weinig kleur, is niet meer heilig. Hè. Er mag blijkbaar meer. Kijken. Gaan we nu door naar Augustus. Gewoon weer Suetonius. En dan krijgen we ook een stukje Paterculus en Nicolaus van Damascus. Suetonius. Augustus was zeer knap voor iemand die helemaal niks om zijn uiterlijk gaf. Zo wordt hij neergezet. Hij had er ook helemaal niks mee. Er moesten meerdere kappers tegelijk aan zijn haar en aan zijn baard scheren. Hij schijnt dan blond gekruld haar te hebben gehad. En hij was zelf aan het werk. Hij las wat of hij schreef wat. Zo'n ander beeld, hè, dan Caesar. Maar op zijn sterfbed had hij wel degelijk aandacht voor zijn uiterlijk. Want dan vraagt hij om zijn haren te laten kammen. En vraagt hij om zijn openvallende mond ietsje te sluiten. En vraagt hij ook aan zijn vrienden die aanwezig zijn van, heren, wat vonden jullie van het optreden? Het optreden. Dus dan is wel iemand die blijkbaar heel erg bewust bezig is van hoe komt hij over? Vind ik daar een prachtige anekdote. Hij was klein van stuk, gemiddeld kleur lichaam, doorlopende wenkbrauw, een unibrauw, normale oren, grote neus en hele heldere glanzende ogen. En die stond ook weer voor die sprankelende ziel, hè? De binnenkant die hij dan moet hebben gehad. Nou, ik zie hier niet echt een grote neus of een doorlopende wenkbrauw. Maar dit is natuurlijk het geïdealiseerde plaatje op basis van Alexander de Grote. Hè? Dus de ideale schoonheid. Terwijl ze daarvoor natuurlijk de feristische portretten hadden. Hè? Dus laat het allemaal maar zien, die kreuken en de grote neus. Dat was een echte Romeinse man. Dus daar speelt hij ook al heel erg mee en ligt even buiten het bereik van mijn presentatie. Dat kan toch juist daarna, bij een andere expositie dacht ik dan na Augustus iemand kwam die zich echt laat tonen zoals hij eruit zag. De vraag aan de zaal is, van dat kwam, nee, dat na Augustus keizers waren die zich toonden zoals ze eruit zagen, dat zit vooral echt daarvoor in die republikeinse periode. Dan maken ze ook maskers, doodmaskers van de voorouders. En daar lopen ze mee rond. En dat was juist heel goed om te laten zien dat je doorleefd was, dat je wijsheid had. Daar zijn daarna allemaal weer andere bewegingen, hoor. Dus je krijgt dat Hadrianus komt met de baard en Marcus Aurelius. En dan krijg je weer de soldatenkeizers. En die gaan er juist heel erg militaristisch uitzien. Korte lelijke gezichten. Ja, dat willen ze juist. Caracalla ziet er heel stoer militaristisch uit. En dan krijg je echt andere. Dus zitten we wel weer een paar eeuwen later. Hoe liep je erbij? Thuis liep je het liefst in huisgesponnen toga's. Gesponnen, gewoven door de vrouwen van de familie. Dus Livia, zijn vrouw, zijn derde vrouw, Julia. En waarom moest dat nou? Dat was een oude deugd in Rome. Dat zou ook weer teruggaan tot die mythische oertijd. Vrouwen thuis, bolspinnen.
Dat deden ze in die tijd eigenlijk allemaal niet meer, maar hij ging daarop voorstaan dat zijn huishouder dat wel moest doen. Die toga's die, dus, die hij droeg, die waren van gemiddelde hoeveelheid stof. Die waren niet te volumineus en ook niet te kort zoals Cato zoals protest droeg. Die hielden het midden. Elke keer hoor je een beetje dat midden. Terwijl hij heel makkelijk als rijkste man van Rome misschien de duurste toga's kon dragen. Maar dat doet hij dus niet. Zijn laticlavi, dus die verticale borders, die waren niet te breed, niet te smal. En hij liep ook voor belangrijke evenementen in geleende toga's. En dan leende hij bijvoorbeeld de toga praetexta. Dat is dus weer die voor de praetor en voor de consuls. Hij werd ook heel vaak tot consul natuurlijk benoemd. Liep hij met die witte toga, met die border, met die paarse border. Maar die leende hij bij de tempel van Jupiter. Had hij een militaire overwinning die gevierd mocht worden, dan leende hij een toga picta, die ik ook al heb laten zien. Maar die werd ook geleend door andere generaals. Dus niet dat hij een eigen toga picta had. Hij hield van functioneel en traditioneel. Functioneel was zijn vissershoed, een breed gerande strooien vissershoed. Zeelui en vissers droegen die. Dat dus een beetje niet de rijkste toplaag. Hoofdbedekking werd eigenlijk niet gedragen in die tijd in Rome. Dus dat hij dat wel deed, dat is ook alweer opmerkelijk. Traditioneel qua winterkleding, wij zouden denken, nou trek al lekker warme pyjama broeken aan, ga onder de dekens liggen. Nee, dat ging, broeken komen pas in de derde, vierde eeuw. Droeg bindsels onderboven en onderbeen. Wollen borstbeschermers, een ondertunica en daar als het echt heel koud was, droeg hij er wel vier. Dat schijnt dan volgens de bronnen kouwelijk te zijn geweest. Oké? Okay? Nicolaus van Damascus die zegt van, die voorkeur voor die Romeinse kleding, die heeft hij vanuit huis meegekregen. Dat is een goed iets. Zijn moeder, die zou hem namelijk hebben opgewezen toen hij de toga virilis mocht aandoen. Hij was volwassen op zijn 14e. Ga je nou blijven kleden in de stijl van de voorouders en ga niet als de mede jongeren om je heen in die Griekse kledij lopen. Dus dat zou een goede norm en een waarde vanuit huis meegekregen. Daar komt het vandaan. Suetonius zegt, geen sieraden, wel een zegelring. Net als Caesar, hè, droeg je dus weinig sieraden. Die zegelring, dat waren eerst, was de zegelring met sfinxen. Dan komt zijn grote voorbeeld Alexander de Grote. En op het laatst draagt hij er een met het portret van hem zelf. Dus daar kan je zeggen van, nou, ik zie daar iemand die lekker in zijn macht zit. Dus hij heeft lang geregeerd. Zijn grote voorbeeld. Misschien was hij nu zelf als een groot voorbeeld. Stukje ijdelheid kan je er ook in zien. Stukje ijdelheid zie ik ook in de dikke zolen om langer te lijken. Nou, daar hebben wel meer mensen last van. Komt-ie. Ik heb een mooi voorbeeld. Als ik nou eens leer swipen. Dat is Poetin, de hakker van de kleine tsaar, heb ik deze slide genoemd. Deze was vrij recent nog in de media, dat hij volgens mij op een universiteitsbezoek is. Ik zie trouwens daar niet helemaal goed beeld op jouw streaming. Ik zie hier minder dan daar, zie je dat? Geblokt. Ja. Oh, er komt een lamp. Gaat goed, sorry. Het gaat goed, excuus. Dus ja, is niet zoveel te lachen aan deze meneer natuurlijk. Hij is 1,70 meter en vindt dat hij er nog een paar centimeter bij moet smokkelen. Hoppa, daar. Het gaat hartstikke goed. Waarom doet Augustus dat nou? Waarom... Ja. Waarom kleedt hij zich nou op die sobere, gematigde, middle-of-the-road manier? En ook qua drinken en qua eten was hij gematigd. Zijn er echt wel anekdotes van dat hij hem even laat vieren? Maar voor het publiek was de sobere, gematigde, gemiddelde man. Hij wilde zich opstellen en was ook de primus inter pares. De eerste onder de gelijken. Hij wil zich opstellen als het voorbeeld, het exemplum. Waarom moest hij een voorbeeld zijn? Zijn frame, eigenlijk zijn verhaal, na het winnen van die burgeroorlog was van, we hebben decennia lang, een kleine eeuw hebben wij burgeroorlogen gehad. Romein tegen Romein, wat hebben we gedaan? Waarom hebben we dit verdiend? Ja, dit hebben we verdiend omdat wij niet respect en eerbied hebben getoond aan de oude goden. We zijn oosterse dingen gaan importeren, we zijn... vreemde cultussen zijn binnen in ons rijk gekomen. Nee, we moeten terug naar die oude Romeinse eer van vroeger. Daarbij vergeet hij natuurlijk wel heel slim dat hij zelf een groot aandeel heeft gehad in die hele burgeroorlog. Maar geschiedenis wordt geschreven door
de overwinnaar. Nou, wat houdt dat herstel van die Romeinse moraal? Dus die moris maiorum, komt die weer. Dus hè, die, de normen en waarden van de voorouders. Nou, dat kwam tot uiting in hernieuwde interesse voor Romeinse religie. Je ziet oude cultussen die ze vergeten waren, zoals de Arvarenbroeders, de Fratres Arvarens. We wisten amper nog dat die er waren. Die werden weer van stal gehaald. Wetten op het gebied van moraliteit. Huwelijkswetten. Hij verbande zijn eigen dochter Julia vanwege zedeloosheid, bandeloosheid, naar een eilandje in de buurt van Napels. Kinderbijslag. Kinderbijslag. Ja, volgens mij... Derde kind. Er was iets met het... volgens mij sponsorde hij op een bepaalde manier inderdaad dat, mevrouw zegt van kinderbijslag, dat er inderdaad genoeg kinderen moesten zijn. Er was natuurlijk een vrij grote leegloop geweest van Romeinse mannen door al die burgeroorlogen, dus dat moest aangemoedigd worden. Ik weet niet precies hoe het zit, maar daar zit inderdaad ook een wet. Middelen die hij daarvoor toe zijn beschikking had, was bijvoorbeeld de publieke architectuur. Hij is het ook die zegt van, ik vond Rome in steen, ik liet hem achterin, marmer. Ja, beroemde uitspraak. Instelling van oude Romeinse tradities heb ik aangehaald, wetten, gebied van moraliteit en dus kleding. Nou snappen we dus van, hij zoekt een compromis. Hij is natuurlijk ook maar naar een burgeroorlog aan de macht gekomen. Hij zoekt een compromis tussen die oude Romeinse republiek en die monarchie die hij natuurlijk in feite aan het opzetten is, hè. Ja, daar past niet bij Oosterse decadente kleding en nieuwe ideeën van mode. Hij gaat praten op zijn Romanitas. Dus nou snappen we ook waarom hij de middle of the road kant heeft, optie heeft gekozen. Ja. Oké, senatoren en conspicuous consumption, wat bedoel ik daarmee? Het heeft te maken met dit bevel wat ik ga behandelen. Senatoren, die gingen wel in een soort opbiedrace tegen elkaar, mooiere dingen dragen, grotere huizen, kopen gevuld met rijkere kunst. En ook dus met die toga's. Je ziet in die tijd een ontwikkeling ook dat de toga's, dus inderdaad van die hele simpele variant, steeds rijker werden qua stof, plooien, steeds onhandiger. Ik laat straks een beeld zien. En hij zegt, nee, we moeten stoppen met die conspicuous consumption. We moeten terug naar een simpele ouderwetse toga. Dit zegt hij volgens Suetonius. Zelf streefde hij ernaar de traditionele Romeinse kleding in ere te herstellen. En eens bracht tijdens de aanblik van de menigte in donkere mantels hem tot de verontwaardigde uitroep van zie daar de Romeinen, de meesters der wereld, het volk, gehuld in de toga. Dat is een duidelijke verwijzing natuurlijk naar Virgilius, die dit zegt. Hè? Aan de Aedilus gaf hij de opdracht vanaf die dag niemand meer toe te staan zich op of bij het forum op te houden als hij geen toga droeg en zijn mantel had afgelegd. Dus dit hele plaatje van allemaal mensen met gekleurde kleding op het forum, dat zou hem een doorn in het oog zijn geweest. Is dit symboolpolitiek? Ja. Wie moest dit handhaven? In Nederland zijn we er ook gek op om allemaal, moet de politie maar handhaven, terwijl we al te weinig mankracht hebben. Nou, er waren zoveel edilis en er was bijna geen politie, maar het was een signaal aan die toplaag, hè, die medesenatoren. Jongens, wij moeten ons op een andere manier weer gaan kleden. Want, even de bril opzetten van het symbolisch kapitaal van Bourdieu en van Thorstein Veblen. Wie was nou degene die het spel kon bepalen op die velden van die politiek en cultuur? Dat was natuurlijk gewoon eigenlijk alleen maar Augustus. Ook al was hij de eerste burger, de eerste onder de gelijken. Hij was degene die wel veranderingen kon doorvoeren. Nou, hij is te scharen in het conservatieve kamp, hè, van Cato. Dus die ook met die hogere moraal en die simpele kleding, dat hij daar status en autoriteit aan ontleden. En met zo'n bevel om de toga, de simpele variant van de toga, op het forum alleen toe te laten. Ja, dan probeert hij eigenlijk die habitus, hè, de gewoonte, weer aan te passen. Van, jongens, doe het niet zo gek. We moeten gewoon met een normale toga weer... dat moet gewoon in die kopie zitten. Moet je niet over nadenken. Het was te ver gegaan. Nou, als je dat dan bekijkt van conspicuous consumption, van opzichtig consumeren, ik zie dus in zijn gedrag juist het tegenovergestelde, dat juist heel opzichtig minder consumeren, inconspicuous consumption, heb ik daarvan gemaakt. En dan heb je, maar uiteindelijk is Augustus een pragmaticus. Want wie was zijn beste vriend? Dat was Agrippa natuurlijk en ook Mecenas. En Mecenas, die was dus een van die voorstanders. Dus blijkbaar maakt het hem
niet zozeer uit. Het was vooral ook bedoeld, al deze maatregelen, ja, om eigenlijk ook zijn fragiele machtsbasis, om die legitimiteit te verschaffen en om die te behouden. En volgens mij is dat heel goed gelukt. Maar nu gaan we toch even naar die visuele bronnen. Ik zei al in het begin, zijn er dan geen bronnen van standbeelden, munten, waar we ook wat mee kunnen? Ja, daar kunnen we zeker wat mee. Zeker wat ik al zei voor augustus. En als we dan kijken naar deze twee dingen, je kan het misschien wat minder zien, maar ik pak even deze, de Via Lubricana Augustus. Ik vind het eerder een gevalletje van conspicuous consumption. Heel erg veel. Veel stof, veel mooie draperingen van die stof, die toga zo half over het hoofd. Dat is een ander verhaal als wat we uit de bronnen krijgen van simpele huisgemaakte toga's. En toch klopt dat, omdat dit een andere manier van communiceren is met het publiek. Hij had daar verschillende manieren voor. Dus bijvoorbeeld zijn voorbeeldige gedrag, zijn exemplum, hè, lead by example. Dat hebben we daar. Zijn wetten van de moraliteit, maar hij had dus ook die publieke architectuur en die kunst tot zijn beschikking. Dus we hebben hier de Arapakis. Die heeft hij dan wel geschonken gekregen door de Senaat. Maar we mogen er toch wel van uitgaan dat hij daar ook wel een hand in heeft gehad in de beeldtaal. Ja, en we hebben die Via Lubricana Augustus. Ja, dan is hij in de rol als opperpriester, als Pontifex Maximus. Ja, en dan gaat hij een beeldtaal ontwikkelen van allemaal verschillende stromingen die er al in die Romeinse maatschappij zijn. Want ik zei al, die toga's werd op dat moment ook steeds meer. Hè? Dus daar gaat hij eigenlijk een soort beeldtaal van maken. Van bijvoorbeeld zo'n umbo en een sinus. Zie je die extra draperingen? Dat is heel erg onhandig, maar het ziet er wel mooi uit. Maar is dit nog werkelijk te dragen? En we zien hier een heel oud voorbeeld van zo'n simpele manier van een toga dragen. En dat zou ik bijna meer associëren als ik de bronnen lees. Hè? Dus zou ik hem meer in zo'n soort toga bijna zien. En we hebben ook het begrip capite velato, daar in die ronde cirkel. Dat is capite, het hoofd, hè, gesluierd, dus half gesluierd. En dat is een teken van eerbied aan de goden. En dat is er al in die Romeinse maatschappij, maar hij gaat dit dus allemaal samenvatten. Dus die umbo, die sinus en die capite velato. Dit is onze beeldtaal voor, jongens, we moeten weer terug naar eerbied voor de goden. En eerbied voor de goden, en ik ben de pontifex, dus ik ben de bruggenbouwer tussen de goden en de Romeinen. En dit is de beeldtaal. En dit was voor elke Romein die daar langs liep, van analfabeet tot geletterd, was dat dit dan duidelijk van, oké, ik wil hier de goden mee eren. En Carolyn Vout zegt ook in 1996, de momenten zijn een retorisch statement over de keizerlijke familie in marmer. Dus die verwacht ook niet dat ze er zo hebben bijgelopen. Het lijkt me een beetje veel. U mag iets vragen. Ja. Jij zei hoeveel stof daarin zat. Ja, nou ja, dit zal dus nog meer zijn, want ik zei al dat was 5 tot 6 meter in lengte en 2 tot 3 meter. Dit moet nog meer zijn. Ja. Dit moet nog meer zijn. Ik zou het moeten uitzoeken hoeveel meer. Dat was katoen. Bol, ja. Dat was toch was genoeg katoen? Nou, katoen was natuurlijk iets wat uit India kwam, dus dat was al een luxe product. Dus ja, we hebben het echt over wol en linnen en voor een toga heb je het over wol. Ja. Ja, maar wol, kleding was eigenlijk tot vrij recent gewoon voor iedereen peperduur. Dat zie je dus wat ik zei, eind 19e eeuw, als de industrialisatie komt, dan krijgen we kledingstukken die voor de gemiddelde mens te betalen zijn. Daarvoor is het natuurlijk al... Ja. Wat? Kijk of dat swipen nou onder de knie krijgt. Niet echt. Einde! Oké. Okay. Einde. Ga met me mee naar het Colosseum. Ik hoop dat jullie wat inzichten, gezondheid, dat jullie wat inzicht hebben gekregen over, nou, wat waren nou ideeën, wat droegen, ten eerste, wat droegen de hogere laag van de Romeinen, de mannen, wat droegen die nou, en de voor- en tegenstanders, en die nieuwe ideeën uit het oosten die binnenkomen. Ja, en dan heb je natuurlijk van, hoe gaan mensen zich daartoe verhouden, en gaan met die kleding spelen, voor status, prestige. Ja, dan zie je dus die twee kampen, de voor- en tegenstanders, en dan, hoe verhouden uiteindelijk Julius Caesar, hoe gaat hij met zijn kleding om en hoe gaat Augustus ermee om? Ik denk dat Augustus het wat slimmer heeft gedaan, want Augustus die heeft het toch 40 jaar weten vol te houden op zijn manier. Hè? En ja, heeft die kleding en die extravagantie van Caesar dan bijgedragen, een laatste zetje geweest, hè? Om,
als aanleiding van, ja, maar dit is zo iemand die de koningskaart gaat spelen, daar zitten wij niet op te wachten. Misschien heeft hij dat daar verkeerd ingeschat. Hè? Dat is een theorie, bedenksel zo voor mij. Maar, En als je al te betaald werd, dan ging je maar in Tomi zitten. Dan ging je maar, dat was dan Ovidius volgens mij toch? Ja, ja, als je al te brutaal werd, dan ging je in Tomi zitten. Ja, dat was dan Ovidius. Ja, die werd verbannen door Augustus. Hè? Ja. Ja. Wat nou precies, dat weet jij misschien. Als hij verbannen is, maar ja. Nou, hier is het einde van de presentatie. Nu gaan we de vragen gaan we nog even bewaren. Dus jullie hebben al vragen gehad. Misschien komen er nog vragen straks binnen via Google Meet. Voor de... Jij gaat dat verder regelen. Ik ga dan nog, als ik nog even jullie aandacht mag, ga ik even verder. Ja, met een kleine introductie van mezelf en mijn bedrijf en onze samenwerking. Mijn naam is André Mulder. Dat had... Ja, een hele mondvol, hè? Nee, ik ben begonnen ooit als Japankundige. Mijn eerste studie was Japans. En heb ik gewerkt bij Japanse luchtvaartmaatschappij Japan Airlines. Via via ben ik uiteindelijk mede-eigenaar geworden van een bedrijf wat we van 2 tot 20 man hebben uitgebouwd. In de kantoormeubelbranche. En dat bedrijf bestaat tot heel wat anders. Je maakt wat stappen zo in het leven, toch? Totdat ik na 10 jaar dacht van, ik wil toch nog wat anders. En wat wilde ik? Nou, ik had altijd iets met geschiedenis willen doen. Maar vroeger had ik niet de zin om voor een klas te gaan staan. Maar ja, nu geef ik dus ook lezingen en ik doe mijn best. Maar ik had zoiets van, ik ga doen wat mijn hart mij ingeeft. En dat was een studie zoeken wat met geschiedenis te maken had. Het liefst met oude geschiedenis. Nou, toen kwam ik uit bij oudheidswetenschap aan de ACASA. En de ACASA zal jullie niks zeggen, maar dat is het centrum van de UvA en de VU. Waar ze samenwerken met oudheidswetenschappen, met Grieks en Latijn en met archeologie. En je krijgt van al die... En oudheidswetenschap zit in het midden, dus ik heb oud-Grieks weer gehad, et cetera. En dan gaat het vooral om het nabije Oosten, Griekenland, het Romeinse Rijk. En ook van hoe op die oudheid wordt teruggegrepen tot in de renaissance, tot in de postmodernisme waar we nu zitten. Als we elkaar kunststromingen gaan kijken en et cetera. Uiteindelijk is het mij gelukt cum laude af te studeren en ben ik daarna Eterna reizen begonnen. En wij richten ons, ja, wij willen eigenlijk onze kennis, onze liefde voor die klassieke wereld, ja, die willen wij met mensen delen. Dat doe ik samen met Lars en met Bram, dat zijn twee jonge mannen die mij assisteren. En wij begeleiden dus culturele groepsreizen. Dus van begin tot eind ga je met ons op stap. En dat doen wij met de trein of met de bus. En dat is niet zomaar, dat is omdat wij inderdaad onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk willen houden. Dus we gaan met de trein naar Rome. We hebben nu bijvoorbeeld een reis naar Rome lopen. En dat is hartstikke goed te doen. Nee, als je in één keer doorgaat, 16 uur. En wij stoppen, ik zal straks een reis laten zien die wij doen. Wij stoppen de eerste avond in Milaan. Pakken we ook een dagje Milaan mee, want daar zit ook wat oudheid. Alleen het ligt veel meer onder de grond en het komt in kleine stukjes naar boven. Maar Milaan is een oude keizerlijke hoofdstad, eind 3e eeuw. Dus daar is best wel wat leuks te vinden. En het is een prachtstad. We doen ook maatwerk. Een van mijn klanten is nu de ACASA en daar doe ik dan de excursie voor. Dus die begeleid ik niet. Ik zorg het pakket, de bus, de trein, de hotels. Dus je kunt bij mij terecht voor groepsaanvragen, studieverenigingen, universiteiten, als het met de klassieke wereld te maken heeft. En dan kunnen wij daar goed voor jullie van dienst zijn. Ja, nou, een van die reizen die we nu aan hebben staan, die te boeken is. Ik ga zelf over 2 weken met een groep naar Rome via Milaan. Dus die zit helaas vol, maar we hebben er nog eentje in oktober staan. En dat is een 10-daagse culturele groepswandelreis. Dus dit is een mix van cultuur en natuur. En de ene dag staat iets meer in het teken van wandelen. Maar als ik een wandeldag mag aanhouden, dan lopen we bijvoorbeeld over de Via Appia. We krijgen toch ondertussen heel veel mee. Toch? Daar kan ik genoeg over vertellen. Dus het wandeltempo. Als je echt voor een echte wandelreis echt komt, dan moet je daar niet zijn. Maar het is leuk om het beide werelden mee te pakken. We gaan ook naar Tivoli. He, dus de buitenplaats van de Romeinse keizers.
En daar ligt de Monte Catillo, het natuurgebied. En daar zit dan de pittigste wandeling in. Maar het is voor de gewoon gemiddelde persoon goed te doen. En we gaan dus lekker met de trein, hè? U ziet hier de prijs, het aantal nachten, 10 dagen. Ja. Ik ga dit schema niet helemaal bespreken, maar dus even de highlights. Dus Milaan, we pakken een dag bijvoorbeeld die Arapakis, hè, want dat is natuurlijk mijn favoriet. Het mausoleum van Augustus is helaas toch weer dicht. Want dat is jarenlang wordt dat gerenoveerd. Park van de Aquaduct, dat ligt bij de Via Appia. Stadswandeling in Rome. Bezoek aan, dat is een van mijn favorieten, Ostia Antica. En daar zie je eigenlijk een soort klein Rome. Hè? Daar zie je dus het dagelijkse leven van Rome nog. Wat je dus in Rome een kleine stukje ziet. Ik zie hier natuurlijk van, oké, ze hadden een kroeg. Ze hadden termen. Ze hadden openbare toiletten. Het dagelijks leven vindt altijd iedereen prachtig om daar te lopen. Maakt het echt tastbaar. Colosseum, Palazzo Massimo. En er zit ook nog een presentatie in van een vriend van mij. Een reporter en correspondent voor de NOS. Angelo van Schaik. En die vertelt vaak iets over een modern thema. Het kan over de maffia gaan of iets. Gewoon even een luchtige break van al die oudheid. Ook wel eens fijn. Omdat wij voor volgend jaar, en we hebben al een excursie die hierna komt openstaan, dat wij, Casper en ik, het fijn vinden om samen te werken, zijn wij heel wat plannen aan het uitwerken voor reizen die wij samen willen aanbieden. Casper heeft natuurlijk een prachtig onderwijscentrum hier met mensen die perfect geïnteresseerd zouden kunnen zijn in die reizen die wij aanbieden. Dus ja, daar zien wij een hartstikke goede match. En om die reis, om die voor jullie ook nog wat aantrekkelijk te maken, hebben wij een aanbieding bedacht. Als jullie boeken met in het berichtenveld Adisco, want we zitten natuurlijk bij in het huis van Adisco, dan hebben we dan een stukje, ik voel nu een soort telcel, van heeft u dit, als u nu reageert binnen een dag, dan krijgt u deze opgestuurd. Kijkt u even, het is een prachtige boek. Ja, het is gewoon een prachtige collectie van de verhalen van de Griekse mythe en de Romeinse zagen, die ondersteund worden door prachtig schilderwerk, Caravaggio, Rembrandt, dat staat er allemaal in. Oké? Okay? Ja. Adisco, ja, dat heb ik gezegd, ja, hoor. Okay. Nee, je moet Adisco invullen en anders in de mail mocht het vergeten zijn. Ja. Dit is dan de eerste excursie, een combinatie van Eterne Reizen en Adisco. Het leek ons leuk om te beginnen met een... Dat is eind oktober, ja, en september, want het is een combinatie. Oh, sorry, zou ik even... Ja, nee, het is een combinatie van lezingen, voorbereidende lezingen, gevolgd door, op het onderwijscentrum op 20 september, dus op een woensdag, en dan gaan we een maand later, op 28 oktober, dus op een zaterdag, gaan wij dus naar de plek van de Varenslag toe. Dus de slag bij Teutoburgerwoud, wat was dat ook alweer? Het is weer de tijd voor Augustus. Augustus was zo lang aan de macht. En die had plannen om toch boven de Rijn meer land te willen hebben en daar een provincie van te maken. Uiteindelijk is daar Varus die daar wordt heen gestuurd. Maar Varus die was een leuke voorname man, maar die had niet zoveel verstand van wat waren die Germanen nou. En ja, die trapt eigenlijk in die misleidingen en die hinderlagen. En dan heb je Arminius, de Cherusk, de Germaan, Herman. Die weet eigenlijk 3 legioenen te verslaan in hinderlagen. Er was ook slecht weer, het zat ook al bij die Romeinen er niet mee. Maar hij is 15.000 tot 20.000 man is hij kwijt. En volgens mij is het Suetonius die ook, Tacitus die de woorden in de mond legt van Augustus, van Varus, geef mij mijn legioenen terug. Ja. Hè? Dit was natuurlijk dit heeft dus ook voor gezorgd dat Germanië, ze zijn natuurlijk wel terug geweest, maar de grenzen van het Rijk waren wel redelijk afgebaken daarna. Wat we in die lezingen gaan doen, we gaan dus die bronnen goed bestuderen. Dus de veel Tacitus met zijn Germania. Casper bijvoorbeeld, die gaat de tijdlijn. Hoe heeft die slag eruit gezien? Welke politieke verwikkelingen waren er? Ik zal misschien een lezing geven over... wat wilde Tacitus daar nou eigenlijk mee zeggen? Want
hij schetst de Germanen als een soort nobele wilden. Die waren barbaars, maar die stonden toch dicht bij de natuur. Ja, natuurlijk waren ze niet zo geciviliseerd als wij Romeinen, maar het had toch wel wat. Hij zit daar te spiegelen. Dus het zegt eigenlijk ook heel veel over de Romeinen zelf, wat hij vindt van de Romeinen zelf. Dat heet weer sociologie, othering. Verder is die slag, want dat is natuurlijk een eclatante overwinning voor de Germanen, voor de Duitsers. Ja, die is een eigen leven gaan leiden in die Duitse nationalisme. Dus dat is echt gebruikt en misbruikt. Dus bij de Duitse eenwording, de nationalisme komt op 18e en 19e eeuw. De nazisme en nu ook de neonazis, die maken daar nog steeds gebruik van. Misbruik dus van. En uiteindelijk, als we die lezing hebben gehad, laat het lekker even op je inwerken. Dan gaan wij een mooie dag met de touringcar vanaf station hier, gaan wij die kant op. Inclusief lunch, inclusief alles geregeld. En we gaan daar een rondleiding doen in het museum. En we gaan daar een rondleiding doen over die archeologische vindplaats. Waar de slag zou hebben plaatsgevonden. Dus natuurlijk ook altijd nog twijfels, is er daar, maar we kunnen ervan uitgaan dat die daar heeft plaatsgevonden. Is nu te boeken. 149 euro. Van de eerste trip? Ja, gewoon de echte reis. De reis, 2099. Ja. Ja. Op basis van twee personen. En dan zit er een... U gaat alleen. Ja, dan komt er nog een meerprijs bij. Volgens mij uit mijn hoofd van 295. Ja. Ja, dat is altijd heel naar. En, maar dat is een spel met de hotels. En dat ga je helaas nooit winnen. Zeker. Ja, de kamers staan al gereserveerd, dus die heb ik op afroep. Er hebben al natuurlijk gelukkig mensen al geboekt. Dus nog een paar mannen bij en hij gaat door. Dus daar gaan we gewoon voor. Dus dat ziet er goed uit. Dus ik heb u er graag bij. En ja. Ze komen zo. Straks een vraagrondje. Ja. Eerst dat andere verhaal af. Nou, volgens mij was dit bijna einde verhaal. Ja, die slide gaat nog steeds niet goed. Nou, dit is een beetje wat je dan... kan verwachten. Nou, dat is heel veel kleine tekst. Lettertjes heb ik eigenlijk al een beetje uitgelegd. En waar gaan wij nou heen volgend jaar? Het gaat me gewoon niet lukken, Casper. Dingen die op de planning staan met elkaar. We zitten denk ik aan een mooie groepsreis. Trier, Aken. Pakken misschien ook een stukje. Karel de Grote, hè? Want die kijkt natuurlijk ook terug. Die is weer de eerste West-Romeinse keizer. Dus dat hoort er ook gewoon bij. Dus kan je een prachtige reis van maken. We zijn bezig met de groepsreis London Museum. Met de British Museum. Ik denk dat we nu nog snel heen moeten. Want straks zijn de Parthenon marbles zijn weg. Het Vaticaan heeft ze al teruggegeven. Dus laten we die dan vooral snel gaan doen. En Londen was natuurlijk Londinium. Dus daar liggen ook, net als bij Milaan. Er zijn in dat oude centrum, daar zijn echt nog wel wat resten te zien. Links en rechts. Het is heel leuk om dat levendig te maken. Er was bijvoorbeeld ook een groot amfitheater midden in de stad. Groepsreis Florence, die gaat waarschijnlijk door een vriendin van mij, ook oudheidswetenschapper die in Florence woont, gaat die dan uitvoeren. Dus dan gaan we al. Schrijft u even voor de nieuwsbrief. Die zijn in ontwikkeling voor 2024. Hoeveel dagen die gaat zijn? Ik kan alleen zeggen, hij gaat met de trein. Dus dat weten we zeker. En dan gaan we natuurlijk meer naar Michelangelo en de David en een andere kant. Tunesië of Illyrië, en dat is dus de Joegoslavische, Kroatische kust. Daar liggen ook heel veel oud-Romeinse resten. Dus we gaan een beetje de vergeten dingen, gaan we dan proberen op zoek. Groepswandelreis komt weer terug. En deze wil ik nu gaan uitwerken, de groepsreis Rome, receptie, oudheid in de renaissance. Bijvoorbeeld heel veel mythologie komt natuurlijk terug in de kunst, in de renaissance kunst. Waarschijnlijk gaan we dan naar het Vaticaan, gaan we daar kijken van wat Raphaël terug laat komen uit mythologie, noem maar op. Dus daar gaan we dan mee, gaan we dan uitwerken. Dus ja, heeft u interesse, schrijft u in voor een nieuwsbrief of houdt de website in de gaten, natuurlijk. En ja, ik ben echt uitgesproken. Dank voor jullie aandacht.